Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond, dames en heren. Welkom in de Bali. Dankjewel, Shukri. Waar is hij ineens? Hij is naar buiten. Geef hem nog in ieder geval een applaus voor de prachtige muziek van Shukri. Ik denk dat hij het vanuit het toilet kan horen. We gaan hem nog vaker zien en horen vanavond, dus niet getreurd. Goed, nogmaals welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Rachid Benhamou. Ik probeer vanavond de boel een beetje te leiden, zeg maar, met een EI en niet met IJ. We hebben een vol programma met hele leuke, interessante gasten. Maar we hebben vooral een heel, heel triest onderwerp eigenlijk. Heel serieus onderwerp waar we over gaan praten. De opstand in de RIF, die gaan we vanavond proberen met onze gasten en met jullie erbij vanuit verschillende invalshoeken proberen te belichten. Voordat ik ga vertellen over waar we het over gaan hebben vanavond. Wil ik even iets zeggen. In de trein hier onderweg naar Amsterdam bedacht ik mij iets. Ik zag van de week een filmpje voorbij komen op Facebook. En dat was van een jonge man. Zag er goed uit, stoer, breed, heel vrolijk. En die zat op een jetski. Er was een jongen. Aan de kust van El Hoceima, volgens mij, in ieder geval in het riftgebied. En die zat op een jetski en die wilde net weg gaan varen op zijn stoere jetski. Als je dat ziet, dan denk je van, oh, nou, hartstikke leuk, die is lekker, die gaat een beetje stoer doen, een beetje meisjes versieren misschien, laten zien wat hij kan allemaal. Goed, nee, is allemaal niet waar. Die jongen, die ging de overtocht beginnen van Marokko naar Spanje. Dat is een, ik weet even niet hoeveel kilometer dat is ongeveer. Hoeveel? 150 kilometer, 200 kilometer ongeveer, op een jetski. Terwijl ik dat aan het kijken was, bedacht ik me hoe wanhopig mensen kunnen zijn om iets te ontvluchten. In dit geval de miserabele situatie, de ellende, de onderdrukking, noem maar op, de armoede ook, voornamelijk in het gifgebied. Daar gaan we het vanavond over hebben. Ik hoop dat jullie aan het einde van de avond, hebben we nog ongeveer een kwartier de tijd, 20 minuutjes, om vooral de vragen van jullie te behandelen aan het panel, aan de gasten of aan elkaar. En dus met andere woorden, we gaan eerst met de gasten vooral in gesprek en daarna met de zaal. Ja? Hoe gaat de avond eruit zien? Er zijn een aantal onderwerpen die we gaan behandelen. Waar gaan we het over hebben? We gaan het bijvoorbeeld hebben over hoe nationalisme bijvoorbeeld zich verhoudt tot romantiek. We gaan het hebben bijvoorbeeld over de vraag of het romantisch idee van opstand wel strookt met de werkelijkheid, met de praktijk. We gaan het hebben over Europese rivijnen. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Hoe beleven zij de opstand in de RIF? Wat doen ze ermee? We gaan het hebben over media en internet en fake news. Is dat een walhalla voor trollen? Of eigenlijk ook wel stiekem een zegen voor een onderdrukt volk? Dan de rol van Europa.
Er is een lastige positie waar de EU zich in bevindt als het gaat om de Rifijnse kwestie. We gaan het hebben over dat er bijvoorbeeld heel veel geld jaarlijks vanuit de EU naar Marokko wordt gestuurd. Is dat wel verantwoord? Heeft de decennia lange opstand van de Rifijnen nu eigenlijk een kookpunt bereikt? De leiders van de Hedak, van de protestbeweging, die hebben onlangs hele zware straffen te horen gekregen. 20 jaar, 10 jaar, 15 jaar, noem maar op. Daarnaast is er een immense boycott nu gaande, nog steeds op verschillende producten en merken in Marokko zelf. Rifijnen zien af van hun jaarlijkse vakantie naar het vaderland. En wat ik net ook het voorbeeld aanhaalde van die jetski, het rifgebied loopt langzamerhand echt letterlijk leeg. Daar gaan we het allemaal over hebben. Met wie gaan we dat doen? We hebben een bondgezelschap en dat meen ik echt. Ja. Oh, trouwens, voordat ik de gasten ga voorstellen, er wordt ook live gestreamd. Heet dat zo tegenwoordig? Ja, live gestreamd van de Bali. We hebben Lilianne Ploemen. Zij is Tweede Kamerlid voor de PvdA en daarnaast vooral ook in verschillende commissies, waaronder Buitenlandse Zaken en Europese Zaken uit mijn hoofd, toch? En vanuit die rol houdt ze zich bezig met de kwestie in het Rifgebied. We hebben Netties Ben Sadik. Hij is oprichter of medeoprichter van de nieuwssite mzgtimes.com. Die berichten over in het Nederlands overigens over alles wat met de MSR, de Berber gemeenschap of kwesties te maken hebben. We hebben filosoof Maarten Doorman. Hij doseert aan de Universiteit van Maastricht. En we hebben Aziz Aynan. Aziz Aynan, wie kent hem niet? Maar ik ga hem toch wel voorstellen. studeerde filosofie onder andere aan de Universiteit van Amsterdam en doseert nu tegenwoordig aan de Hogeschool van Amsterdam. En heeft sinds kort ook een column in Trouw over onderwijs. En hij is medeoprichter ook van de Berber Bibliotheek. Goed. We gaan naar het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is politiek en filosofie. En daarvoor wil ik naar voren vragen Maarten Doorman en Aziz Aynan. Geef ze een applaus. Goed, jullie hebben je eigen microfoon. Kies er maar één uit. Doet hij het? Hij doet het. Aziz, ik wil even met jou beginnen. Waarom? Omdat jij veelvuldig ook debatteert en een mening ook hebt. En je volgt de kwestie eigenlijk al vanaf het begin. En je hebt best wel veel te vertellen over de Rifopstand. Als jullie water willen, neem maar. Laten we even terugblikken op afgelopen zomer. Wat is er allemaal gebeurd? Even kijken. Ik denk dat als we naar... Want de vorige keer dat we deze avond organiseerden, dit is het vervolg, hoe nu verder. Sinds die avond, in april tot nu, zijn er denk ik drie belangrijke thema's. Eén, de 800 gevangenen van de Rifijnse beweging, die Hirak heet. En die Hirak heeft een aantal sociale eisen. Namelijk, eigenlijk komt het op neer op het emanciperen en het verbeteren van Noord-Marokko. Er zitten 800 mensen in de gevangenis ongeveer. En de 50 belangrijkste mensen van die beweging, die hebben van de zomer gevangenisstraf gekregen. Tot 20 jaar. En wat overigens heel interessant, wat ik heel interessant vond, dat de vonnissen die zijn geveld middernacht. Hè, dus dat vond ik tekenend voor Marokko om 's nachts, hè, dus in de nacht recht te spreken. Terwijl je 's nachts, ja, de liefde bedrijft of slaapt, maar in Marokko spreken ze recht. Plus het feit dat de veroordeelden, de gevangenen, niet aanwezig waren. Nee, klopt. Ja, dus
hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Ze praten over je, maar niet met je. Een beetje dat. Dus dat is een belangrijke zaak. Vervolgens is toen met het offerfeest heeft de koning van Marokko, Mohammed VI, heeft toen 180 mensen van die 800. Niemand weet trouwens, dat is ook weer typisch voor Marokko, namelijk niemand weet hoeveel er ongeveer in de gevangenis zitten. 180 hebben gratie gekregen van de koning. Dus het apparaat justitie slaat en de koning die aait. Dus dat is één. Twee, dat zei jij ook, er is een trek uit de RIF momenteel. Dus jongens vooral, die vluchten naar Europa. Op degene die het kan betalen, ik zag het filmpje ook, hè, een jetski. Maar ook op bootjes of ze proberen door middel van bij een vrachtwagen aan boord te komen. Dus wat je momenteel ziet is dat de situatie eigenlijk nog hetzelfde is. Er mag nog steeds niet gedemonstreerd worden in de RIF. Overal in Marokko mag gedemonstreerd worden, maar daar niet. Dus in wezen zou je kunnen zeggen, sinds de zomer, vanaf de zomer, is de zaak volledig in een impasse gekomen. Helaas. Goed, dankjewel voor deze korte terugblik. We gaan het straks uitgebreid over hebben. Uiteraard. Van wat er allemaal, wat zijn de effecten hiervan. Maarten, jij volgt de kwestie ook een beetje op de voet. Alleen misschien vanuit een andere invalshoek. Wat is jou opgevallen de afgelopen maanden? Nou ja, ik volg het van wat grotere afstand. Dus ik vind het een enorme eer dat ik hierbij mag zijn vanavond. Het is wel een kwestie die mij bezighoudt. En het eerste wat mij opvalt is eigenlijk de ongelofelijke hardheid van de repressie. En ik bedoel, die gevangenisstraf van 20 jaar van Sef Savi. 20 jaar. Ik bedoel, als je dat afmeet aan internationale rechtssystemen, dat is echt buiten proportie. Vooral als je dan nog probeert voor te stellen hoe het is om daar in een gevangenis te zitten. Maar het tweede wat mij zo fascineert al een tijd, is eigenlijk de rol van die, wat ooit heette, de jonge koning. En wat een tijd lang toen die aantrad zo veelbelovend leek. En, de hervormer. De hervormer. En dat daar zo ongelooflijk weinig van terechtkomt. Dat hij zo weinig in Marokko is. Dat hij, als ik het goed begrijp, leeft als een playboy. En als iemand die vooral veel plezier beleeft in het leven. En je denkt, hoe ziet zo'n leven van zo iemand eruit? Die zal toch heel ongelukkig zijn? Hij heeft zoveel invloed, eigenlijk. Ik kan me er niet in verplaatsen. Ook omdat in het begin leken de signalen dat hij echt iets anders wilde. Je wordt ongelooflijk ongelukkig van zo'n leven. Terwijl je zoveel kunt doen wat je volgens mij gelukkig zou kunnen maken. Ik heb dan altijd het gevoel van, ga eens een paar uur met zo'n man praten en dan ziet hij dat en wordt alles anders. Dat is dan zo'n soort naïeve droom. Ik kan me er gewoon zo moeilijk in verplaatsen. Dus het verbaast je dat hij zich zich niet mee bemoeit, zogenaamd? Ja, of in ieder geval niet in positieve zin of nauwelijks in positieve zin. En ik, als ik het goed begrijp is wat jij zegt, is dat staatsapparaat dat erachter zit. Dat is ook de koning, alleen veel minder zichtbaar. Ik weet niet hoeveel invloed de koning daar precies heeft of zijn entourage. De koning is in wezen een alleenheerser, eenvoudiger gezegd of plat gezegd een dictator. En die heeft om zich heen een apparaat, de magazin heet dat. En dat apparaat staat in dienst van die familie. Ik ben altijd heel erg zenuwachtig om op te treden. En dan probeer ik altijd afleiding te zoeken. En voor deze avond, ik ging op bed liggen en toen ging ik een aflevering van, dat heet First Dates. Ken je dat? Nee. Nou, het is heel eenvoudig, First Dates. Het is een blind date programma. En ik vind het heel fijn omdat je dan zeg maar dus in de meest, gewoon in entertainment vind je gewoon antwoorden. Toen dacht ik, dit is Marokko. Hè? Namelijk als volgt. Ik ben zeer benieuwd. Er is een man en een man en er is een vrouw en een vrouw of een man en een vrouw. En die gaan daten. Die hebben elkaar nog nooit gezien en die gaan dan uitwisselen. En dat is momenteel wat je heel erg ziet met de Marokkaanse koning. Hij heeft een date met het Marokkaanse volk. Maar het klikt niet. Het is een slechte date. En sterker nog, de Marokkaanse koning komt heel vaak niet opdagen op die date.
Begrijp je wat ik bedoel? Ik volg je. Ja, toch? En het is zelfs... maar er is wel een probleem met een deel van het Marokkaans volk, zowel in Marokko als in Europa. Wat ik namelijk ook zag in dat dateprogramma vandaag, was dan, het klikte niet tussen die twee, maar vooral die mannen, die zijn dan zo wanhopig op zoek naar een partner. Je ziet, het klikt niet. Het is gewoon... En toch proberen. Aan het eind zeggen ze van, ja, ik wil eigenlijk wel nog een date. En dat is een beetje ook wel met het probleem met het Marokkaans volk. Dus je ziet dat die koning is incompetent. Hij is nooit in Marokko. Doet de gekste dingen. Hè? Dus ze koopt een vliegtuig van 60 miljoen dollar voor zijn zoon. Gaat op de foto met zo'n duur horloge van 1,2 miljoen euro. Gaat zitten eten in zo'n heel duur restaurant. Net zoals die Venezolaanse minister-president in Turkije. Weet je, met die man die zo met het zout strooit. Weet je, ik bedoel, het is geen staatsman. Het is, ja, vorige week heb ik met Maarten het gesprek voorbereid. En ik vond het zo mooi wat hij zei. En ik wil eigenlijk die man een brief schrijven van, zullen we een keer koffie drinken, jong? Laten we een keer praten. Ik vind het goed dat je daarover begon, over dat, hè, de verhouding tussen de staat enerzijds en het volk anderzijds. En in dit geval vooral het Refijnse volk. Hè. Want dat is eigenlijk al decennia lang, botert dat niet. Hè, die twee. Kan jij heel kort uitleggen, dan gaan we toch een klein stukje terug in de geschiedenis, maar probeer het een beetje kort te houden, waarom dat zo is? Waarom zijn het geen vriendjes van elkaar? Nou, er is in wezen iets wat ik best wel vals vind. Zowel in de... Waar vaak journalisten over schrijven, maar wat je ook tegenkomt in de geschiedenisboeken, namelijk de Noorderlingen, de Rifijnen, die zouden altijd opstandig zijn en die zouden het koningshuis niet accepteren en niet respecteren. Maar het is heel erg lastig op het moment dat je te maken hebt met een familie, dus die koninklijke familie, die niet geeft om zijn volk. Dus het is niet alleen de Rifijn, het gaat om alle Marokkanen. Je hebt een koning die jouw taal niet spreekt. Stel je voor dat Willem-Alexander alleen maar Frans zou spreken. Hè, dus dan sta je heel erg ver af van je volk. Die familie, de verzetsheld Abdelkarim Gattabi, die zei al in de jaren 1920, weet je, are you a government or a gang? Weet je wel... Ja, dus die familie die leeft gewoon heel ergens anders. Dus de kloof is gewoon immens. Ja, maar de kloof tussen de Marokkanen niet. Nee, dat is het inderdaad. Er is een groot verschil tussen een kloof tussen... want dat wordt wel eens, hoe jij dat ook terecht benadrukt, ook in de media bijvoorbeeld, van het zijn Berbers tegen Arabieren, terwijl dat onzin is, want Arabieren heb je bijna niet in Noord-Afrika, maar het is gewoon één volk. Het gaat hier niet tussen... Noordelingen en Zuidelingen of Westelingen. Het gaat tussen een bepaald volk in een land en de staat. Het gaat om een familie en die familie die buiten het volk uit. En het gebeurt al decennia. En dat zijn die mensen zat. En daar komt de Rifijnse beweging Hirak uit. Ja. En die mensen willen dat hun leven verbetert. En als dan een koning niet eens zijn raam durft open te doen... En naar het volk kijken en het volk toespreken. Waarom heb jij disqualificeer je jezelf als leider? Waarom heb jij de hele tijd over de koning en niet over de overheid bijvoorbeeld? Want de koning is gewoon een koning. Je hebt toch een parlement en een regering en zo? Ja, maar omdat de koning is de voorzitter van de rechtspraak. En de koning is de voorzitter van de gelovigen. En de voorzitter is de aanvoerder van de strijdkrachten. Ik bedoel, je komt die man overal tegen. Wat is de rol van de regering dan in het parlement? De regering die bestaat niet. Ik bedoel, Farsen? Natuurlijk. Dan gaan we even verder over die identiteitsproblematieken. Maarten, de identiteit, dat weten we allemaal, is heel belangrijk om een eenheid te vormen. Hè? Om een volk bijeen te houden of te brengen. Welke ingrediënten zijn daarvoor nodig eigenlijk? Nou, in de politieke filosofie begint eigenlijk alles, niet alles, maar gaat me heel vaak terug naar Rousseau, de 18e eeuwse
Franse filosoof. En Rousseau schreef een boek waar hij heel bekend mee werd, Le Contrat Social, het sociaal contract. En die zegt eigenlijk, als je in een land woont, en dus tot een, of eigenlijk als je tot een gemeenschap behoort, tot een volk in een land woont, dan heb je impliciet een contract getekend. Dat betekent niet dat je het echt je handtekening hoeft te zetten, maar omdat je er woont, omdat je deel uitmaakt van het land, heb je ongeschreven een contract getekend. En dat verbind je met die gemeenschap. En als je dat niet wil, dan moet je vertrekken. Maar zolang je daar woont en bent, heb je impliciet, ben je gebonden aan die gemeenschap. En daar begint het eigenlijk. En dan is natuurlijk de vraag, wat is die identiteit van die gemeenschap? En bij de Franse Revolutie, toen Rousseau enorm veel invloed had, toen dachten ze, we moeten toch die gemeenschap een soort identiteit geven. En ze hadden net Notre-Dame helemaal schoongeveegd en de kerk zoveel mogelijk eruit gegooid bij de Franse Revolutie. Dus dan deden ze een soort, lieten ze een vrouw zien, die heette De Rede. En dan dachten ze, dat is een soort wereldse godsdienst waarmee je die gemeenschap kunt vormgeven. Ja, dat werkte natuurlijk voor geen meter. Dat laat al zien dat je meer nodig hebt om identiteit aan een volk te geven. En dat zit veel maar ook in andere dingen. In een gezamenlijke geschiedenis, een gezamenlijke cultuur, soms een gezamenlijke religie. Taal. Taal, heel belangrijk. En die moet je vormgeven. Dat duurt heel lang. Dat hebben we gezien in de 19e eeuw. De 19e eeuw is eigenlijk in Europa een tijd van staatsvorming, waarin de natie vorm krijgt door musea, door cultuur, door de uitvinding van een literatuurgeschiedenis, door inderdaad die taal aandacht te geven. Dat kost veel tijd. Als we nu kijken naar Marokko en de Rif, dan zou de interessante vraag kunnen zijn, wat is eigenlijk die gemeenschap? En je zou kunnen zeggen, er zit zo'n groot verschil tussen Marokko en de Rif, ook door de manier waarop de overheid zich, de nationale overheid zich opstelt ten opzichte van de gemeenschap in de Rif. Of dat verhaal nog wel klopt, dat er één gemeenschap is. En dan kom je meteen op hele grote discussies van autonomie, onafhankelijkheid, daar zitten allemaal haken en ogen aan vast. Maar het begint dus met dat verhaal over die politieke gemeenschap. Ja, dat is dus op zich wel interessant, want dat sociaal contract, hè, dus je bent er, dus dan ga je ook met elkaar sociaal om, hè, dus een gemeenschap vormen. En dat heb ik heel erg teruggezien in de Hirak, dus de Rifijnse beweging. Wat ik zo opvallend vond, dat het voor de eerste keer in de geschiedenis was dat er over politiek werd gesproken in de eigen taal. Dus in het Temmezicht, in het Rifijns, in het Berbers. Je zag zelfs, en daarom vond ik het, daarom is dus die verwijzing naar Rousseau zo interessant. Wat je dus zag op straat, dan gingen ze dus demonstreren, maar ze gingen elkaar ook onderwijzen. Dus je zag echt letterlijk die verlichting op straat tot stand komen. Dus je had dan, ik noem ze de demonstratiecirkels, dat je, en er werd een cirkel gemaakt, in het midden staat er persoon. En die persoon in het midden die ging dan een verhaal vertellen. En meestal was het een geschiedenisverhaal of een verhaal over staatsinrichting, et cetera, et cetera. En verder wat je ook zag, was dat het dus om de hele gemeenschap ging. Om de hele gemeenschap ging. Namelijk de aanwezigheid van vrouwen. Ongekend in de Rif. En het leek wel alsof er dus met de beweging, met de Hirak, voor het eerst dus een sociaal contract werd geschreven. Mensen voelden zich weer verbonden met het land. Werden burger. En die beweging gaf ze bijna hun waardigheid terug. Ik ben in Nederland geboren en ik keek en ik werd trots. Ik dacht, inderdaad, je mag opstaan en tegen de koning zeggen van, je doet het niet goed. En dat is, zoals Willem Kloos zegt, in de knop gesmoord, gebroken. Even aan Maarten. Wanneer ben je lid van een gemeenschap? Wat zijn de criteria? Nou ja, voor Rousseau ligt dat criterium heel eenvoudig, maar daarmee ben je natuurlijk nog niet uit de brand. Want mensen kunnen zich niet lid voelen van die gemeenschap. Rousseau zegt, ga dan maar weg. Maar in dit geval is natuurlijk de Rif is zo'n omvangrijk deel van de bevolking dat je, nou ja, de consequentie ga maar weg zou betekenen dat je inderdaad zou gaan streven naar onafhankelijkheid. Iets wat mij trouwens helemaal geen goed idee lijkt. Waarom niet? Wel autonomie, maar onafhankelijkheid niet. Omdat
onafhankelijkheid. Het onafhankelijkheidsstreven zit vaak ook een soort heel romantisch nationalistisch gedachtegoed achter. Waarvan mensen helemaal de consequenties vaak niet overzien. Als we even een parallel mogen maken, ik weet niet of ik nou vooruit loop op nee, de zaken, gang, maar als je kijkt naar Catalonië, waar dat nu natuurlijk erg speelt, dan zie je dat ongeveer de helft, iets meer dan de helft, is voor onafhankelijkheid. Het lijkt alsof het hele Catalaanse volk voor onafhankelijkheid is. Maar heel veel mensen die zo emotioneel strijden voor die onafhankelijkheid, die houden zich totaal niet bezig met de vraag, wat dan, als we onafhankelijkheid zijn? Hoe gaan we die staat vormgeven? Hoe gaan we ons verhouden tot Europa? Hoe gaat de wereld eruit zien? Het is een soort gevoel dat ontstaat uit allerlei tegenstrijdige frustraties, ook vaak persoonlijke frustraties, dat zich dan samenvoegt. En dat is misschien eigenlijk de schaduwzijde van het gemeenschapsgevoel van Rousseau, hè, of die volkswil. Dat er ook iets kan ontstaan dat niet per se goed is voor die gemeenschap. Rousseau denkt van wel. Die denkt gewoon, die volkswil is per definitie goed. Maar daar ben jij het niet mee eens. Nee, daar kun je echt vraagtekens bij zetten. Ja. Maar is het... En als je nou een volk hebt, dus een onderdrukt volk, dat op een gegeven moment door middel van een beweging met een charismatische leider, Zavzavi, die dus een zaadje plant, namelijk onafhankelijk denken. Dus ik heb het dan niet over een onafhankelijke staat, waar ik overigens wel voorstander van ben, maar een onafhankelijkheidsdenken. Ik bedoel... Ja, maar dan zou je eigenlijk een verschil moeten maken volgens mij tussen autonomie en een onafhankelijkheid in de zin van een nationale staat willen oprichten. En autonomie kan heel goed. Kijk naar Friesland. In Nederland heeft natuurlijk een redelijk stabiele democratie, ondanks alle klachten die erover bestaan. Nederland is een welvarend land. En daarbinnen kunnen de Friezen een bepaalde vorm van autonomie creëren die nog veel groter kan worden als zij dat zouden willen. En kijk maar naar Catalonië, waar dat eigenlijk ook op Baskeland, waar mensen een eigen taal hebben, een eigen politie. Hoe komt het eigenlijk dat er in het ene land, of in het ene geval, die verschillen best wel eigenlijk meevallen. Je noemde net al Catalonië, maar we hebben het ook over Schotland, we hebben het over Baskeland, noem maar op. En in het andere land dat toch wat meer, op een of andere manier wat meer impact heeft. Ik denk vanwege het schrijnende onrecht. Daardoor gaan deze dingen op een heel andere manier leven. Ik bedoel, als je kijkt hoe het Rifgebied steeds, achter wordt gesteld, geen middelen krijgt toegewezen en dat al heel lang. En als je kijkt naar de hele geschiedenis, het is niet aan mij om die nu hier op te rakelen, maar dan is het wel begrijpelijk dat dat gaat leven. Maar ik denk dat het in die opstand goed is om van die opstand niet een onafhankelijkheidsopstand te maken, omdat dat op een of andere manier, denk ik, dood gaat bloeden en ook niet de goede analyse is. Terwijl ik denk dat streven naar autonomie ongelooflijk vruchtbaar is, omdat het die opstand kan motiveren en die volkswil kan motiveren. Dus wat jij doet met die Berberbibliotheek bijvoorbeeld, ik denk dat is heel mooi om die Berbercultuur en die rifcultuur, om die te articuleren en weer te exploreren. Ik denk dat dat ongelooflijk zinvol is. Maar dat is iets anders dan een onafhankelijkheidsstreven. Nog één vraagje daarover. In hoeverre, aan beide jullie mogen allebei antwoorden, in hoeverre is het romantiseren, hè, van zo'n opstand of identiteit schadelijk voor de eenheid van een gemeenschap of van een land? Kijk, Marokko, de grootste ontdekkingen die liggen altijd onder je neus. Een aantal weken, ik zat thuis en ik was met een stuk bezig en ik kwam tot... En het is bizar, hè? Het lag namelijk vlak voor mijn neus. Maar daar kijk je naar natuurlijk nooit, hè? Je kijkt altijd die kant op. Maar ik realiseerde me, potverdomme joh, er is niemand in mijn familie is ooit in Marokko geboren. Bizar, hè? Want ik ben in Nederland geboren. En mijn vader en mijn moeder zijn onder de Spaanse bezetting geboren. Mijn opa en oma zijn in de Rifrepubliek geboren. En mijn overgrootouders die zijn in de oudheid geboren. Marokko is piepjong. In 1956 is dat land opgericht door Frankrijk. Eenheid... Marokko bestaat niet? Is dat wat je nu probeert te zeggen? In wezen zou je kunnen zeggen, althans dat is mijn... ik wil wel refereren naar Marokko-Nederland 400 jaar. Maar dat is natuurlijk een grap.
He, dat, bedoel, dat was een reclame-stunt. En ook nog eens goed gelukt he, in die nieuwe kerk. Maar Marokko bestaat helemaal niet 400 jaar. Ik bedoel, dat is ons bijgebracht. En daar gaan we de hele tijd van uit. He, dus dat Marokko een koninkrijk is. Ja, sinds 1956. Daarvoor had je... Ja, bedoel, dat kan ik ook zeggen dat mijn opa een koninkrijk had. Ik bedoel, ja, hij was de baas over die heuvel. Bedoel, eigen koninkrijk. En die, ene, ja, en die sultan die was dan de baas... Ja, in Marrakesh of zo. Ik bedoel, het is niet waar dat in Marokko dat je kunt spreken van een Marokkaanse identiteit. Een Marokkaanse eenheid. Die identiteit, hè? Onlangs nog heel veel ook in het nieuws geweest. En aardig wat ophef en debatten en noem maar op. Over die Marokkaanse voetballers. Over Nederlands-Marokkaanse voetballers. Die uiteindelijk toch voor Marokko hebben gekozen. In plaats van het Nederlands nationaal elftal. We hebben het over Ziyech onder andere. En Mazraoui. Wat vinden jullie daarvan? Waarom is dat? Dat zijn jongens die geboren zijn in Nederland, toch? Goed. Zizek is natuurlijk een geniale voetballer. Dus die kijkt heel goed. En die zag dat hij, als hij aan het wereldkampioenschap mee wilde doen, moest hij bij Marokko voetballen. Maar ik denk dat het bij hem ook echt een gevoel is, hoor. Tenminste, zo praat hij daarover. Het is iets... Maar goed, dat weet ik niet. Ik ken maar daar is de media. Basis het niet mee eens, denk ik. Kijk, iedereen moet doen wat hij wil. Als je voor Marokko wil voetballen, prima. Maar dan vind ik eigenlijk tegelijkertijd, zou ik het eerlijk vinden, dat ik bijvoorbeeld, maar straks komt mevrouw Ploemen, dus dan deze vraag stel ik dan direct aan mevrouw Ploemen, Tweede Kamerlid en ook oud-minister, van ja, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag van mijn Marokkaanse nationaliteit af willen. Hè? Ik bedoel, kijk, ja, wat moet ik erover zeggen over voetballers die in Nederland geboren zijn en hier de opleiding hebben genoten en dan een gevoel hebben dat ze dan voor Marokko uitkomen. Ik zou zo'n voetballer vragen van, heb je een geweten? Weet je wat daar allemaal gebeurt? Het is echt... Het gaat niet goed in de RIF. Ik kreeg een WhatsApp van een vriend van mij. Die is daar nu op vakantie. Voor familiezaken. En hij zegt, iedereen wil weg. Iedereen wil weg. Ik wens heel veel succes in het voetbal. Herhaalt de geschiedenis zich? Want in die jaren 50, begin jaren 60 was er ook een soort van leegloop uit de RIF. Men zegt ook dat dat eigenlijk een beetje onderdeel van beleid was ook zelf. Het politiek inzicht van de Marokkaanse Nederlanders en veel Marokkanen in Marokko. Het politieke inzicht momenteel is groot. He, dus het is echt van groot belang dat die koning, hij moet iets doen. Hij kan niet meer, hij kan niet meer blijven jetskiën, weet je wel. Dat gaat niet. Spanje toe? Of? Hij is groot van, en met extravagante kleding lopen en met boxers op de foto. Hij moet iets doen, want dat land, dat staat aan een afgrond. En, ik bedoel, op het moment dat al jouw mensen, al jouw inwoners weg willen, bedoel, dan moet er ergens een licht aangaan in je hoofd. Aziz, vertel mij nu alsjeblieft, wil de RIF zelfstandig worden of niet? Ja, waarom niet? Ja. En in wat voor vorm dan? Dat kan... We hebben het voorbeeld van de Catalanen. Hè? Dus ja. Stel dat die doorzetten en succes zouden hebben met zich onafhankelijk verklaren. Dus een natie worden tussen andere naties wereldwijd en lid gaan worden van de Verenigde Naties. Wat is het perspectief als ze ooit zover zouden komen? De weg ernaartoe is ook een lange. Is dat een reëel perspectief? En bovendien, waarom zou je dat willen? Want... Ook de RIF bestaat weer uit, 8 verschillende stammen, verschillende talen, ook een heel complexe geschiedenis. Houdt het daar op of is er dan weer een deel van de RIF dat zich af gaat scheiden en ook het op in organisatievorm het hoogste wil een nationaliteit? Dus ik zou niet te veel focussen, denk ik, al is het niet alleen om politiek strategische redenen, maar ook principiële redenen. Is het veel meer denken aan autonomie. Is het realistisch? Nee, ik denk het niet. Het is niet realistisch. Om zeg maar de gedachtevrijheid, hè? Die grote uitvinding, om dus dat alleen te kunnen denken, dat wens ik die mensen, dat gun ik ze toe. Dus... Want momenteel, op een moment, zodra je dus gaat spreken over autonomie of onafhankelijkheid, dan schieten mensen toch in een kramp, joh. Dat is ongelooflijk.
Maar ja, hoe kerst? Waarom is dat zo? Want waarom? Ja, omdat de eenheid, hè, bedoel, dat begrijp ik ook wel. Een eenheid van een staat, je natiestaat, die valt gewoon uiteen. Maar ik vind het, ik geniet er heel erg van als mensen zeggen van, ja, hey, die man, die familie heeft 60 jaar de kans gekregen. Nou, het blijft bij dure auto's en jetski. Nou, laten we het zelf gaan doen. En kijk, dat gevoel vind ik zo sterk. En of het nou... Even los van het gevoel, nu rationeel denkend, realistisch of niet? Dat de RIF op zijn eigen benen staat. Ja. Ja, joh, het is 97 jaar geleden dat de RIF-republiek bestond. Toen was hij er ook. Dus ik twijfel niet aan de capaciteiten van het Rifijnse volk. Dat hebben ze hebben altijd op eigen benen gestaan. Ze zijn niet voor niets naar Europa vertrokken en zijn daar gaan werken en zijn wegen en huizen gaan bouwen. Dus daar twijfel ik niet aan. Maar het zeg maar, dus het filosofische idee om daarover te stoeien, wat ik ook met Maarten doe, dat vind ik heel spannend. Ja, maar ik zou denk ik de terechte politieke woede, of de terechte woede en verontwaardiging die bestaat over alles wat er nu gebeurt en ook over alles wat er niet gebeurt, ik zou die juist niet willen kanaliseren in een nationalistisch streven, maar juist sociale veranderingen en politieke veranderingen binnen Marokko en zorgen dat er echt dingen gaan veranderen daar en dat veel productiever is, ook omdat dat hele systeem van nationalisme, als je het meer wereldwijd ziet, ook in een soort legitimatiecrisis verkeert. Klopt. Dat de Verenigde Naties niet meer functioneren als eerst, heeft er ook mee te maken. En elke natie, elk land heeft te maken met een of andere vorm van ondermijning van het hele idee dat dat land een ideale bestuursvorm is. Ik weet niet of dat niet zo is, maar ik bedoel dus om in dat stadium daar je kaarten op te gaan zetten en daarmee een soort strijd te ontwikkelen. Het is volgens mij, lijkt mij, maar goed, ik heb helemaal geen recht van spreken. Maar als ik het van een afstand wel, kijk, dat heb je wel. Overigens zou eerlijk, ik dat niet doen. Eerlijk is eerlijk. Er is in, althans ik persoonlijk heb dat nooit gehoord in de afgelopen 2 jaar tijdens die demonstraties van de oprichting van de HELAC in Marokko, dat er nooit met een woord is gerept over onafhankelijkheid. Men had het over die sociale en economische eisen. Ja, maar dat kan ook niet in Marokko. Hè? Ik bedoel, als Zafi het, hij heeft nu 20 jaar cel gekregen. Als hij het over onafhankelijkheid had gehad, dan had hij 140 jaar gezeten. Hè? Dus dat. Laatste vraag. Allerlaatste vraag, want we lopen gigantisch uit nu al. Is er überhaupt toenadering mogelijk? Tussen de heersende elite, hè? De magzin. En het Rifijnse volk. En wat is daarvoor nodig? Nou, dat is wat ik net zei. Dat de koning en zijn familie moeten echt... ze moeten echt iets anders doen. Want dit kan gewoon niet. Het is ik zou bijvoorbeeld voorstellen om Berberles te nemen. Om namelijk gewoon de taal van zijn volk te spreken. Adviseer hem om over deze zaak te gaan praten. En dan niet, hè, wat bijvoorbeeld nu, en dan ronden we het af. Maar hij gaat heel vaak op vakantie in de RIF. En dan komt hij weer, gaat hij dus jetskiën. Dat is zijn manier van toenadering zoeken. Ja. Althans, dat wordt gezegd dan. Toch? Ja. Ik heb ook Airbnb'ers in mijn straat wonen. En dat is geen toenadering. Maarten, jij nog een laatste opmerking daarover? Nou, wat ik las een heel mooi opstel van Aziz, waarin hij, dat heeft hij in Trouw. In Trouw, ja. Dat is een opstel van 2 jaar geleden, waarin je eigenlijk iets heel moois aansnijdt, namelijk vanuit jouw persoonlijke geschiedenis en die van je familie, die grootouders en dan je ouders. En daarin zeg jij, mijn ouders of die generatie hebben eigenlijk vergeten ons hun geschiedenis te vertellen. En dat is gebeurd om heel begrijpelijke redenen, vaak vanuit een soort schaamte, waardoor een vacuüm is ontstaan, waardoor veel Marokkanen hier, nu als ik het verkeerd samenvat moet je het zeggen, veel Marokkanen nu in Nederland, jongere Marokkanen, eigenlijk een soort identiteitscrisis hebben of een soort leegte en niet weten waar ze zich op moeten oriënteren. Voor een deel is daar de islam ingesprongen. Maar waar jij voor pleit, dat vind ik zo bijzonder dat je zegt, eigenlijk zouden heel veel Marokkanen in Nederland, en met name diegenen die uit de RIF afkomstig zijn, zich meer in hun eigen cultuur en verleden moeten gaan verdiepen. Omdat dat eigenlijk die identiteit geeft. En dat interesseert mij ook als filosoof, omdat ik dan denk, identiteit is eigenlijk een vorm van
het vormen van politieke gemeenschap ook. En daar zit misschien wel een deel van de uitweg op lange termijn, om eens met een soort naïef, optimistisch zin te besluiten. Ja, mooie woorden, wijze woorden. We gaan naar een volgende onderwerp. Geef ze een applaus. Maarten Doorman, Aziz Aynan, dank jullie wel. Dank je wel. Ik blijf gewoon zitten. Ik zou zeggen, laten we de volgende gast naar voren vragen. Lilian Ploemen, Tweede Kamerlid voor de PvdA en Commissie Buitenlandse Zaken en Europese Zaken. Geef haar een applaus. Welkom, Lilian. Hi. Fijn dat je er bent. Ja, fijn om te zijn, ja. Jij bent samen, mag ik jij zeggen? Ja, graag. Oh, dank je wel. Ja. Wat anders, maar goed, oké. Okay. Ja. U misschien? Nee. Jij. Jij bent samen met Kati Piri, ja, een tijdje geleden, van de zomer was dat, naar Marokko afgereisd. Klopt, ja. En uiteindelijk wilden jullie toen naar de RIF afreizen en toen mochten jullie de RIF niet in. Zo is het precies, wat hebben jullie gedaan dat jullie dat niet mochten? Ja, ik heb mezelf zo netjes gedragen als op die reis, moet ik zeggen. Ik weet het niet. Dat heeft me ook lang bezig gehouden en het heeft me heel erg ongerust gemaakt. Omdat wij, zoals dat hoort, de reis hadden aangekondigd bij de Nederlandse ambassadeur in Marokko, de Marokkaanse ambassadeur in Nederland. Een programma hadden gemaakt. We zouden naar Casablanca gaan. We wilden de rechtszaak bijwonen. Die overigens ook door ambassades, ook door de Nederlandse ambassadeur. Van de Irak, sorry, ja, van de jongens van de Irakbeweging. En dat hadden we ook gezegd, dat doen ambassades ook. Dat is ook heel gebruikelijk, dat is ook goed. We zouden met regeringsfunctionarissen spreken, de minister van Justitie. En en we zouden naar de RIF gaan, waar de vader van Sef Salvi voor ons mensen bij elkaar had gebracht, met wie we dan zouden kunnen spreken, familie van de gevangenen, om op die manier ook een beter beeld te krijgen van de situatie. En lang verhaal kort. We zouden vanuit VES naar de RIF afreizen. En ons werd vlak van tevoren verteld dat de lokale autoriteiten geen toestemming hadden gegeven voor ons bezoek. En waarom? Volstrekt onduidelijk. En wij hebben toen besloten om ons bezoek af te breken en om wel aan iedereen te vertellen dat wij, ik kan het niet mooier maken, gewoon de RIF niet in mochten. We waren ook niet de eerste die niet mochten gaan. Ik dacht, er komt nu het verhaal van toen belde Rutte naar zijn collega in Marokko. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Nou moet ik, de regering die er nu zit is niet mijn politieke kleur, maar ik moet ze hier... ik moet wel van de Nederlandse regering zeggen dat Stef Blok heeft zich als de enige Europese minister van Buitenlandse Zaken uitgesproken over de hoge gevangenisstraffen die Sef Savi en anderen hebben gekregen. Nou, uitgesproken, hij zei iets in de trant van... Hij zei letterlijk, dat lijkt mij aan de hoge kant, maar dat was voor... Dat was de uitspraak van onze minister van Buitenlandse Zaken. Dat was voor de Marokkaanse overheid genoeg om de Nederlandse ambassadeur op een matje te roepen. En meer was er niet voor nodig. Nee, meer was er niet voor nodig. De Fransen hebben niks gezegd, de Spanjaarden hebben niks gezegd, de Duitsers hebben niks gezegd. Ik bedoel, ik hoef hier niet Stef Blok te verdedigen, maar dat heeft de Nederlandse regering wel gedaan. Dus de regering hier in Nederland doet wat ze kan. Wij vragen ook steeds om actie, we vragen ook steeds om gesprekken met de Marokkaanse autoriteiten. Onlangs nog naar aanleiding van het feit dat Koen Greven, een correspondent, ook weer niet de RIF in mocht. En dat maakt ons, maar goed, dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen, natuurlijk heel erg ongerust, want er wordt eigenlijk niemand meer toegelaten. Amnesty kan er niet in. Een aantal van jullie zullen er ongetwijfeld niet meer in mogen. Wij kunnen er niet in. En dat maakt dat het echt onduidelijk is wat er nu gebeurt. Als je dat allemaal een beetje zo bij elkaar gooit, hoe is dan eigenlijk de relatie op dit moment tussen Nederland en de EU en Marokko? Ja. Eerlijk. Ja, nou ik... de relatie tussen Nederland en Marokko is nu moeizaam. Hè? Dat moet je zeggen. Voor de relatie tussen de EU en Marokko ligt dat toch wel even wat anders. De EU heeft hechte banden met Marokko. Hè? Dus als je geen lidstaat bent van de EU, dan...
heb je allerlei gradaties van relaties, om nog maar even terug te komen op de dates. Dus je kan zeggen, de EU-landen zijn met elkaar getrouwd, maar de EU is verloofd met Marokko. Dat komt omdat er natuurlijk, het is een van de stabielste landen, hè, wordt dan gezegd, in de regio. Er zijn economische banden, er zijn historische banden. Nou, ik heb daar nu enorm veel moeite mee. Omdat ik zie dat... Kijk, ik begrijp heel goed dat het belangrijk is voor de EU, maar ook voor landen in Noord-Afrika, om een goede relatie met elkaar te hebben. Er zijn heel veel bedreigingen om ons heen. Er zijn heel veel issues rondom veiligheid. En als je dan met elkaar afspraken kunt maken, dan is dat goed. Maar we hebben ook gezien dat Marokko zich de afgelopen jaar, de manier waarop ze omgegaan zijn met de vreedzame protesten in de RIF, past niet bij mijn opvatting en past ook niet bij de opvatting van de EU, wat, laten we zeggen, een democratische rechtsstaat is. En dat maakt die relatie natuurlijk wel ingewikkeld. Europa wordt er heel verschillend gedacht over hoe de situatie in Marokko zich ontwikkelt. Frankrijk en Spanje zijn eigenlijk kritiekloos. En dat maakt dat het ook voor ons als sociaaldemocraten in het Europarlement, daar zit mijn collega Kati Piri, heel moeilijk is om de situatie in de RIF te agenderen. Omdat ja, er zijn er eenmaal meer Franse en Spaanse Europarlementariërs dan Nederlandse. Maar goed, desondanks, laat ik ook zeggen, zij, Kati Piri, Judith Sargentini, hier in Nederland, Sadat Karabulut en ik, we doen wat we kunnen. Sefsavi is nu genomineerd voor de Sakharovprijs. Dat is een Europese vredesprijs. Daar moet je 40 handtekeningen van Europarlementariërs voor hebben. Nou, dat is gelukt. Jullie hadden 41 of zo. Ja. En dat is echt heel goed nieuws. Het betekent ook voor de vader en moeder van Sefsavi, voor al de familieleden, voor de gevangenen. Het betekent het, of hij nou de prijs krijgt of niet, is dat wel, het laat zien, wij zijn jullie niet vergeten. En dat gaan we ook niet doen. Nou, het tweede waar we voor pleiten, want daar spraken jullie net ook al over. Kijk, zo'n relatie tussen de EU en Marokko, dat gaat natuurlijk over meer dan alleen maar, nou ja, berichten uitwisselen. Het gaat over geld. Daar wilde ik het over hebben, want we hebben het over bruiloft, verlovingsfeesten, noem maar op. Wat is de bruidschat? Wat zijn de belangen? Ja, nou ja, kijk, over en weer is de bruidschat... Ik ga niet over een bruidschat praten, dat gaat me te ver. Ja, nee, er zijn grenzen. Luister. Nou, dat vind ik flauw. De financiële belangen zijn groot. Dus er is een... De economische relaties zijn groot, maar belangrijk ook in het kader van die nabuurrelatie heeft Marokko vanuit de EU de afgelopen jaren... sinds 2014 tot 2017 890 miljoen euro gekregen. De Europese Unie steunt andere landen ook financieel. Maar van dat geld, en dat is waar wij ons heel erg voor inzetten nu, van dat geld is maar een heel beperkt deel terechtgekomen in de RIF. Terwijl dat natuurlijk juist een van de regio's is die economisch het allermoeilijkste heeft en dus heel erg gebaat zou zijn bij investeringen. Dus wat we vanuit het Nederlandse parlement proberen en vanuit het Europarlement is om die geldstroom, de druk op de Marokkaanse regering op te voeren, om een deel van die geldstroom ook terecht te laten komen in de RIF. Hoe doen jullie dat, die druk opvoeren? Ja, nou ja, dat zijn... door erover te praten. Je denkt altijd, het is heel makkelijk om iets te zeggen, maar... Ik zeg niks. Maar niet iedereen doet dat. Dus als de Fransen zouden zeggen in Rabat, jullie moeten de helft van het geld in de RIF besteden, dan zou het gewoon gebeuren, maar dat doen ze niet. Dus wij proberen de Nederlandse regering aan te moedigen om dat te doen. Dat doen ze ook. En in Europa proberen we gewoon met een aantal andere landen een groepje bij elkaar te krijgen die dat doet. Dus ik ga hier niet doen alsof dat gemakkelijk is en of dat morgen gebeurt, want dat is niet zo. Duidelijk is wel dat door alle aandacht die er is voor de opstand in de RIF in Nederland, maar ook in België en in andere EU-landen,
De gesprekken tussen Marokko en de EU natuurlijk ook daarover gaan. Ook over de mensenrechten situatie. Daar wilde ik even naartoe gaan. Ja. Die mensenrechten schendingen, want dat gebeurt. Ja. Daar zijn we het allemaal over eens. Hoe reageert Europa daar dan op? Hoe gedraagt Europa zich ten opzichte van die mensenrechten schendingen? Wordt er gedreigd met minder geld naar het land? Ik vind dat Europa zich veel kritischer moet uitlaten over de mensenrechten schending in Marokko. Ik vind bijvoorbeeld dat de toch bizar hoge gevangenisstraffen die vreedzame demonstranten hebben gekregen, dat Europa daar stelling tegen had moeten nemen. Maar goed, ik zei net al, de stilte was oorverdovend. Dus er wordt ongetwijfeld achter de schermen wel geduwd en getrokken en dingen gezegd. We hebben gewoon in heel veel andere EU-landen veel meer druk nodig, ook op die regeringen, om zich uit te spreken. Maar vooralsnog hoeven we niet te wachten op sancties of iets dergelijks. Ik wou zeggen dat, ik zou dat wel willen zien, maar ik denk niet dat dat ervan komt voorlopig. Nee, ik denk niet dat dat ervan komt. Onlangs is er ook een, pas geleden, visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko. Ja, dat is het andere probleem natuurlijk, Die overeenkomst behelst dat Europese landen nog meer mogen vissen in Marokkaanse wateren. Ja, maar tegelijkertijd is ook onderdeel, ik pak even mijn papiertje erbij dat ik het goed zeg. Tegelijkertijd is ook onderdeel van die overeenkomst dat de EU de westelijke Sahara niet ziet als een onderdeel van Marokko. En dat heeft in Marokko weer tot allerlei problemen geleid. Dus het ligt wat ingewikkelder dan het lijkt. Ja, dat is altijd, maar dan moet je niet. Kijk, laat ik het zo zeggen, die relaties tussen landen en tussen de EU en landen, dat is altijd complex. En er zijn altijd allerlei belangen die om voorrang strijden. Economisch, politiek, veiligheidsredenen. Maar er is natuurlijk één soort bodem waar je gewoon niet doorheen mag zakken, wat mij betreft. En dat is als er mensenrechten geschonden worden. Die worden geschonden. Cathy Pieren en ik hebben gezegd, toen we terugkwamen uit Marokko, het proces tegen de Irak-demonstranten, mensen van de Irak-beweging, vond wel plaats in een rechtszaal, maar niet in een rechtsstaat. En dat bleek toen ze dus even later 20 jaar gevangenisstraf kregen. En wat ik er zo vreselijk aan vind, is dat de Irak-beweging, net als een aantal andere mensenrechtenbewegingen natuurlijk, niks anders doet dan te zeggen, wij hier in dit gebied hebben recht op ontwikkeling. We hebben recht op scholen, op gezondheidszorg. We hebben recht op banen voor onszelf, voor de toekomstige generaties. Meer vragen ze niet. Meer vragen ze niet. Dus waarom dan zo reageren? Waarom niet de mogelijkheid aangegrepen, dat werd net ook al gezegd, waarom niet de mogelijkheid aangegrepen om te zorgen dat in Marokko iedereen zich economisch kan ontwikkelen? En waarom dan zo hard optreden en zo onderdrukken? Heb je daar een antwoord op? Nee, dat heb ik niet. Dat moeten we aan de Marokkaanse regering vragen, maar die komen niet. Ja, begrijp je? Dat ook gevraagd. Maar je komt dan in een... Het wordt een heel ingewikkeld gesprek over, maar we hebben daar natuurlijk wel projecten. Zijn we nu aan het plannen, maar dat duurt veel langer. De demonstraties waren uiteindelijk niet vreedzaam, et cetera, et cetera. Terwijl we natuurlijk van waarnemers weten dat dat wel zo is. Dus ik weet dat niet, maar ik vind wel dat dat een onderwerp van gesprek tussen de EU en de Marokkaanse regering zou moeten zijn. Na die verschrikkelijke harde woorden van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, werd er natuurlijk vanuit Marokko gereageerd, niet mee bemoeien. Ja. Zijn interne gelegenheden. Wat vind je daarvan? Dat zeggen landen natuurlijk altijd. Maar dat wil niet zeggen dat je je daardoor moet laten weerhouden. We hebben in de Tweede Kamer ook een debat gehad over de RIF, aangevraagd ook door Saadet Karabulut. Ze is nu niet hier, maar we doen alles samen. Dus ik vind het wel fijn als jullie dat ook weten. Daar heeft Blok ook wel gezegd, wij gaan natuurlijk wel, als die vonnissen openbaar worden, gaan we wel die vonnissen bestuderen. Mm-hmm. Want in een rechtsstaat
heb je een strafmaat en je hebt een daad en je hebt een vonnis en die moeten wel met elkaar in evenwicht zijn. Is dat niet een beetje couscous na de maaltijd in dit geval? Nou, ja, dat is zo, maar dat wil niet zeggen dat je het erbij moet laten zitten. Kijk, de Nederlandse ambassade en een aantal EU-ambassades, maar vooral Nederland, moet ik ze echt nageven, die zijn heel vaak bij de zittingen geweest en hebben ook contact gehad met de advocaten. En er waren natuurlijk ook onafhankelijke waarnemers. Ik vind dat Nederland ook alle recht en reden heeft, juist omdat ze die situatie zo volgen en juist omdat zoveel mensen in Nederland verbonden zijn met die RIF, om dat te volgen en daar ook een opvatting over te hebben. Ik probeer het een beetje te volgen wat er voornamelijk achter de schermen natuurlijk op diplomatiek niveau allemaal gebeurt. Op het moment dat Stef Blok zegt, een beetje rustig aan jullie daar en Marokko zegt van jullie niet mee bemoeien. Wat gebeurt er daarna? Wat is dan de reactie? Of wat was de reactie daarna? Ja, nou ja, daar was ik niet bij. Omdat ik nu geen minister meer ben. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Je hoort toch wel eens hier en daar wat in de wandelgangen. Nou ja, kijk. Wat eigenlijk doorgaans gebeurt, is dat van beide zijden er toch ook altijd gezocht wordt naar manieren om het contact te houden. Dus dat wil niet zeggen dat je dat dan belangrijke dingen niet besproken worden. Maar van beide kanten weet je dat als je het contact verbreekt, dan kun je helemaal niks meer bereiken. En dus ik hoop, wij stellen ook steeds vragen aan de minister daarover. Ik hoop dat er wel contact is en dat in die contacten nog, onze eisen zijn heel eenvoudig. Dus meer geld vanuit de EU-gelden naar de RIF. Vrijlating van de politieke gevangenen en toelating van internationale onafhankelijke waarnemers tot de RIF. En dus ik hoop dat dat ook de eisen zijn die Nederland, de wensen zijn die Nederland neerlegt bij de Marokkaanse overheid. Moet je mij één ding helpen begrijpen? Jij noemde net als eerste meer geld naar de RIF. Ja. Maar 5 minuten geleden hadden we het erover dat we niet weten wat er met dat geld gebeurt. Ja. Dat is verstandig. Nou ja, kijk. Als je niet weet wat er met dat geld gebeurt, moet je het niet doen. Maar de Hirak-beweging, de mensen in de RIF, zijn verantwoordelijk genoeg om ervoor te zorgen dat dat geld op een goede manier besteed wordt. Maar dat geld gaat toch niet naar hun? Ja, maar kijk, Europa moet natuurlijk afspraken maken met de Marokkaanse regering. En de RIF, mensen in de RIF moeten zich op zo'n duidelijke manier organiseren dat ze ook toezicht kunnen houden op de besteding van dat geld. En dat betekent dat je van twee kanten druk zet. Hè, dus de EU zelf die dan dat natuurlijk gaat volgen, die geldstromen. Maar ook vanuit de bevolking zelf. En als je het nou hebt over, hè, jullie hadden het over een sociaal contract. Kijk, in een onderdeel van een sociaal contract, dat is niet alleen maar tussen ons. Daar heeft een overheid ook iets mee te maken. En dat betekent dat je hun ook ter verantwoording moet blijven roepen, ook als het gaat om besteding van de gelden. En nou weet ik, hè, we zitten hier in Amsterdam in de Bali. En dat is heel gemakkelijk gezegd. En tegelijkertijd zijn, omdat degenen die zich hebben uitgesproken daar nu heel erg zwaar voor gestraft zijn. Maar tegelijkertijd de organisatiekracht is zo sterk en wat wij horen niet ondermijnd door die gevangenisstraffen. Dat, kijk, als je het hebt over een vervolg, dan moet dat onderdeel van het vervolg zijn. Dat je ook grip hebt op die gelden. En hou me te goed, hè. Ik begon ermee te zeggen, het is makkelijk gezegd vanuit hier. Op het moment dat de EU zich het lot van de RIF echt aantrekt en eist dat de middelen ook eerlijk verdeeld worden en dus ook naar de RIF gaan, dan is het verantwoordelijkheid van ons, hè, van parlementariërs om daarop toe te zien en de EU. En tegelijkertijd is het ook een kans voor de mensen in de RIF om met hun organisatiekracht te laten zien dat ze ook daar hun recht willen doen gelden. Ik kijk even naar de tijd, want jij moest eigenlijk al
Nou, loopt, oh ja, ik heb gehoord dat hij voor loopt, die klok. Goed, ja. En dat hebben ze niet bewust gedaan. Ik hoorde net ook dat hij loopt 5 minuten voor en volgend jaar ergens loopt hij weer gelijk. Ja. Misschien nog goed om te zeggen, er is binnenkort ook weer een demonstratie. Ik hoorde net ook in Brussel, hè, maar ook in Den Haag, volgende week zaterdag. En ik denk voor in Nederland is het ontzettend belangrijk om zo zichtbaar te zijn. Omdat... Kijk, wij hebben het tot nu over, en dan wordt over bericht. Er zijn een paar correspondenten die uit Marokko de berichten doorgeven aan de NOS en NRC en soms de Volkskrant. Maar heel veel mensen in Nederland weten gewoon niet wat er aan de hand is. Dus het is ontzettend belangrijk om dat te laten zien. En daarvoor, ik ben een beetje ouderwets, zijn sociale media niet genoeg, moet je gewoon echt de straat op. Daar gaan we het hierna uitgebreid over hebben. Voordat we doorgaan naar de muziek van Shukri, is die in de zaal al of niet? Kan iemand hem even roepen? De allerlaatste vraag eigenlijk aan jou, want jij moet weg. Ja. Ga je weer terug? Zijn er plannen? Toen wij terug waren in Nederland, Kati Piri en ik, toen kregen we allemaal berichten van kennissen uit de RIF. Die zeiden, god, de minister van Communicatie van Marokko die heeft net bekendgemaakt dat het helemaal niet waar is dat jullie het gebied niet in konden. En jullie zijn altijd van harte welkom. Dus ik zou heel graag terug willen. Maar ik wil terug op een manier die past bij een parlementariër uit een vrij land. Namelijk dat ik en degene die met mij zijn, dat we kunnen gaan en staan waar we willen. Dat we kunnen praten met wie we willen. En ik voel er weinig voor om, laten we zeggen, onder toezicht ergens naartoe te gaan. We hebben de vader en moeder van Sefsavi, die hebben gezegd, jullie zijn hier altijd welkom. Dus als ik in vrijheid naar hen toe kan gaan en een gesprek met hen kan hebben, dan wil ik er naartoe. Maar ik ga niet onder begeleiding van, mensen uit het overheidsapparaat. Ja, ik kan echt wel op mezelf letten. Kan me voorstellen. Heb jij nog tijd voor één vraag uit het publiek? Ja hoor, zeker. Okay. Ja. Nou, omdat ja. Ja, dan doen we ze snel alle drie en dan maak ik één antwoord. Okay. Ja. Sietske. Ik hoorde dat het ook de Marokkaanse autoriteiten een doorn in het oog was dat u en Kati Piri niet officieel ontvangen wilden worden als officiële politici toen u in Marokko was. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Wij hebben, als parlementariër ben je vrij om te gaan en te staan waar je wil, in je eigen land en in andere landen. Het is wel netjes, vind ik, om als je een politiek bezoek doet, want dat is het, hè, in functie doe je dat, om dat even aan te melden. Dat hebben wij gedaan. Er is toen we er eenmaal waren, heeft men ons een programma aangeboden voor 3 of 4 dagen dat zich afspeelde in Rabat. En wij zeiden van ja, we hebben een eigen programma gemaakt, dat hebben we ook zelf georganiseerd. En dus we zijn niet ingegaan op dat programma. Maar dat lijkt mij ook tamelijk logisch, ja. Te meer, hè, dus dat benadruk ik even. Kijk, ik vind als je ergens in een land bent, mensen willen je altijd graag gastvrij ontvangen. Dus ik ben echt de ingewikkeldste niet. Maar we hadden echt weken van tevoren dit programma aangekondigd. Iedereen kon weten dat dit ons programma was. En men heeft voor ons geregeld een bezoek aan de minister van Justitie. Men heeft voor ons geregeld een ontvangst door een aantal parlementariërs. Dat heb ik ook zeer op prijs gesteld. Wij hadden een programma, dat hadden we uitgestippeld. En dat wilden we toch graag vervolgen. Nog, ja? Wacht even, ik kom even naar je toe. Ik vroeg me af op welke manier Marokkaanse burgers in Europa zich effectief kunnen inzetten om wellicht die Europarlementariërs onder druk te zetten om zich te verenigen. Want alleen de straat op gaan lijkt mij een beetje een wassen neus, zeg maar. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens, moet ik zeggen. Want in februari is de vader van Sefsavi naar Brussel gekomen. En toen is daar een vrij grote protestmars geweest. Dat was eigenlijk de eerste keer dat heel zichtbaar was in de straten van Brussel. Dat de mensen uit de RIF
zich grote zorgen maakte. Dus ik vind dat. Dus ik denk dat dat wel goed is. Maar ja, kijk, als ik in Frankrijk zou wonen, dan zou ik echt wel alle politieke partijen proberen te beïnvloeden om een andere positie in te nemen in het parlement. Dus nou ja, alles wat je doet, hè, dus brieven schrijven, media-aandacht genereren. Debatten in de balie. Wat zeg je? Ja, debatten in de balie. Ja, zelf debatten organiseren. Ik denk dat dat wel zou. Misschien, nou ja, dat, ik weet niet of jullie daar. Maar je zou parlementariërs uit andere landen zouden we kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten. Het Europese parlement is interessant. Dus er zijn wel verschillende manieren. Maar ik denk dat het echt wel helpt om rechtstreeks parlementariërs en politici te benaderen. De allerlaatste vraag. Het zou heel kort zijn. De vraag is, hoe ziet u de toekomst van de RIF en wat zou de oplossing zijn? Ja, ik vind het altijd. Het is lastig om als buitenstaander, hè, weliswaar politicus en ik hou me bezig met mensenrechten in heel veel landen, om daar een goed geïnformeerd antwoord op te geven. Tegelijkertijd is het antwoord misschien ook alweer heel simpel. Als de Marokkaanse overheid zich houdt aan dat sociale contract waar Aziz en Maarten het over hadden. Want ja, het verplicht aan beide kanten. Je hebt een zorgplicht, niet alleen jij en ik tot elkaar, burgers, maar ook de staat ten opzichte van de burgers. Op het moment dat de Marokkaanse overheid zich realiseert dat zij onderdeel moeten zijn van dat sociale contract en dat ze de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten hoog te houden, om hun rechtsstaat te respecteren. Daar zijn stappen gezet, maar niet goed genoeg om te zorgen dat economische ontwikkeling overal terechtkomt. Ja, dat zou een weg voorwaarts zijn. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de Marokkaanse overheid dat niet gewoon doet. Geef er een hartelijk applaus. Lilian Ploumen, dankjewel. Fijn dat je er was. We gaan gelijk door met een muzikaal intermezzo, Shukri. Goedenavond. Nou, we gaan even. Ik heb 10 minuten van tijd, dus ik ga het even benutten. Misschien 2 nummers even zingen. De eerste nummer heet Mijn moeder laat me gaan in mijn zee. Thank you.
Dankjewel, shukran. Shukri. We gaan hem straks nog een keer horen en zien. We gaan verder met het volgende onderwerp. En dat is activisme en de rol van het internet. Of en of media. Daarvoor hebben we twee leuke gasten. Netij Bensadik, hij is oprichter van MSR Times. Wordt ook wel eens burgerjournalist genoemd. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Geef hem een applaus. Netij, neem plaats. De tweede gast is, die komt uit Vlaanderen. Ze heet Tissem Akarraj. En zij heeft een boek geschreven, Opstand in de Rif. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij hier aan het doen zijn, althans de titel. Samen met een aantal andere auteurs, daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Geef haar applaus, Tissem. Welkom. Willen jullie water? Ja, water. Of met. Er zit niks in verder hoor, alleen maar water. Tissem, ik begin met jou gelijk. Je schreef het boek Opstand in de Rif. Waarom nu? Want het boek gaat niet alleen maar over de Herak en de opstand van nu. Want jullie gaan ook samen met een aantal andere auteurs, gaan jullie ook gewoon terug in de geschiedenis. Naar de Franse bezetting, naar de Spaanse bezetting. Waarom nu? Wel, eerst en vooral het belang van Nederlandstalige literatuur over de Rif. De Rif heeft het nodig. We zijn, ik al sinds van bewust dat de Nederlandse taal een heel belangrijke taal is voor een heel grote groep van de Rifijnse gemeenschap. Het is een nieuwe moedertaal voor een heel grote groep jongeren in Vlaanderen en in Nederland. In de eerste plaats en in de tweede plaats. Bij aanvang van de Rifijnse volksbeweging heb ik ondervonden dat heel veel mensen die mijn profiel hebben, mensen die hier zijn geboren in Vlaanderen of in Nederland, eigenlijk niet goed begrepen wat er gaande is in de Rif, in Husima, die konden de Herak niet goed plaatsen. En het boek gaat over de Herak. Het is niet dat we eigenlijk een stukje geschiedenis over de. Nee, maar jullie gaan wel af en toe terug in de geschiedenis. Ja, ik heb aan de hand van gesprekken die ik heb gevoerd met de mensen hier, maar ook met de mensen daar in de Rif, heb ik thema's geselecteerd die eigenlijk mensen, Nederlandstalige mensen, zouden voeden of achtergrondinformatie zouden geven om de Herak vandaag te begrijpen. Als je het hebt over thema's, hè, om de Herak beter te kunnen begrijpen, kun je daar een voorbeeld van noemen? Van een van. Ja, opeens duiken vrouwen op in de beweging. Ja, daar had Hazis het ook over. Hè? Ja. Mensen verstaan niet hoe dat ineens. Ze zeggen dan dat. Komt het dan. Heeft de emancipatiebeweging daar een versnelde koers teweeggebracht? Of heeft de Herak een versnelde koers teweeggebracht? Maar. Kijk, vrouwen hebben altijd, en als je gaat kijken naar de geschiedenis van de Rifbewegingen, vrouwen hebben altijd een cruciale rol gespeeld in de opstanden. Maar als je dat niet weet, ga je ook de vrouwen vandaag in de Herak, hun rol vandaag ook niet begrijpen. Verbaast het je? De rol van de vrouw in dit geval? Nee, dat natuurlijk niet. Want ik heb ook Rifijnse roots en ik heb heel lang eigenlijk me bezig gehouden met Rifijnse geschiedenis en dergelijke. En ik, door ook gesprekken te voeren met vrouwen, ook in de familie van verschillende generaties, verbaast het mij niet. Maar dat het breed gedragen wordt, dat je eigenlijk vrouwen in. Uit verschillende lagen van de bevolking bereikt en op straat brengt. En ook vrouwen uit bijvoorbeeld een streek zoals Imzoeren. Ik vond het wel heel bijzonder. Maar dat het mij verbaast, is het niet. Nee. Je hebt het boek bij je, laat het even zien. Het staat ook nu te koop. Dus mensen het staat die geïnteresseerd ook te koop, zijn. Overigens. Trouwens, ook andere boeken bij de bibliotheek staat hier bij de ingang in de foyer. Ook het boek van Maarten Doorman. Anyway, trek je portemonnee, zou ik zeggen. Tissem, zou je heel kort iets voor willen lezen?
uit het boek? Ja, heel kort. Heel kort. Om een bepaald beeld te geven. Ja, is goed. Ik ga het gemakkelijk houden. Trouwens, ik ga het eerst verantwoorden waarom ik een stukje ga lezen uit het voorwoord. Dat geschreven is door Nasser Zefzefi. Ik heb heel vroeg de Hiraak gevolgd en ik was heel erg dicht bij Nasser en andere burgerjournalisten. En hij had eigenlijk dat voorwoord voor jou van dit boek, had hij eigenlijk al geschreven? Nee, helemaal niet. Maar hij drong heel hard op om te schrijven in de Nederlandse taal. Hij zei telkens van schrijf in jullie taal. Want hij kreeg dan contacten van mensen uit Nederland en Vlaanderen of vragen die ze dan stellen, waardoor hij dan bewust was van oei, die weten heel weinig over ons. En in de contacten die ik dan met hem had, had hij het altijd over schrijven. En toen was het idee ontstaan om een boek te schrijven samen met Alice Rehi en Nasser Zefzefi. Ja. Maar uiteindelijk, wat is er gebeurd? Ze zijn gearresteerd. Ja. Daar zat ik dan met dat idee. Maar ik heb wel uiteraard dat verder gezet. Hoe ben je aan het voorwoord gekomen dan? Van wel, ik heb dan een berichtje gestuurd via... Ik ga de bronnen niet geven, denk ik, uit veiligheidsredenen. Ik heb gezegd, jullie mogen naast haar zeggen dat het boek bijna af is. Wilt hij een voorwoord schrijven? Hij heeft heel veel complimenten gestuurd. En met een klein stukje, hij moest zijn proces nog voorbereiden. Dus hij heeft zich verontschuldigd dat het één bladzijde is. Dus hij heeft een voorwoord geschreven vanuit zijn cel. Vanuit zijn cel. Maar of hij het heeft geschreven of toevoegfluit... Ja. Ik weet niet in welke vorm, maar ik heb het wel in geschreven vorm gekregen in het Arabisch. Kun je daar een klein stukje over voorlezen? Ja. Uit de diepste duisternis van mijn onrechtvaardige cel adem ik met trots en verheffing dat ik gevangen ben genomen en gemarteld voor onze geweldige rif. Aan ons ideaal zal ik trouw blijven, totdat de bries van de vrijheid gaat waaien en die mij ver weg van hier zal voeren naar de plek waar ik de vrije mensen kan omhelzen. Daar waar de geur van vrijheid zullen proeven. We de geur van vrijheid zullen proeven en samen de glimlach zullen tekenen op het gezicht van de kwetsbaren. Gezamenlijk zullen we op de hoekstenen van onze huizen, het collectief geheugen van onze geliefde rif graveren met duidelijke letters. Pas op, voor ons is de waardigheid niet onderhandelbaar. Mooi. Dank je. Dankjewel. Gaan we even naar je buurman, Netties. Jij hebt MSR Times mede opgericht. Waarom eigenlijk? Ja, op een dag zaten we thuis. Ik zat samen met Yassin. Hij is ook een van de medeoplichters van MSR Times. 20 februari beweging was begonnen in Marokko en er was nauwelijks nieuws daarover. En op een gegeven moment dachten we, wij moeten wat doen. Er was heel weinig nieuws. Wat was er zo bijzonder aan die datum, 20 februari? Het begon de 20 februari beweging in Marokko. Ja, maar... Er was een opstand in Tunesië, Libië, Egypte. Egypte. Dat was in 2011. 11, ja. Toch? En op een gegeven moment hadden we het idee en dat hebben we met elkaar besproken. En Juba die kwam ook erbij. En zo zijn we begonnen. Hebben jullie een online internet nieuwssite opgericht voor de Benelux? Klopt, ja. Toch? Ja, dat was precies 20 februari 2011. Dat was ook de eerste demonstratie die plaats had gevonden in Marokko. En wij waren de eerste mensen die met nieuws naar buiten kwamen daarover. Die werd toen ook, trouwens, die eerste demonstratie werd toen ook meteen fataal, wel aardig hardhandig uit elkaar geslagen toen. Toen wel, ja. En wij kwamen met video's, met foto's en op dat moment had gelijk ook de Telegraaf, NOS had ook bepaalde foto's van ons gebruikt. Kwamen jullie, want jullie zaten hier, hoe komen jullie dan aan die video's en foto's van daar? Op dat moment hadden we vrienden in Rabat en in Casablanca die daar studeren, die komen ook uit de Rif. En via hun hadden we foto's gekregen en video's op dat moment. Dus jullie schakelen mensen in die daar zitten? Burgerjournalisten natuurlijk. Burgerjournalisten, ja. Okay.
Even een vraag voor jullie allebei. Kijk maar wie er als eerste wil antwoorden. Jullie vinden namelijk belangrijk dat er, zoveel mogelijk bericht wordt over in dit geval de HELAC, de protestbeweging in de RIF. Dat doen jullie ook met passie, beide. Leeft die opstand onder de Nederlandse en Vlaamse RIFijnen? En in hoeverre kan je dat merken? Kijk, wat er heel erg opmerkelijk is, is dat deze generatie nu naastig op zoek is naar informatie over eigen geschiedenis, over de eigen regio of regio van herkomst, zeg maar, in dit geval de RIF. En dat merkte ik ook nu tijdens de RIFijnse beweging. Ik vond dat niet speciaal dat mensen gingen zoeken naar informatie. Het bestond daarvoor al. Ik zeg ook dat de HELAC zeg maar een nieuwe referentiekader heeft gegeven aan de geëmigreerde RIFijnen. Verschillende onderzoek geven aan dat RIFijnen zich aanvankelijk, ik praat dan niet over alle RIFijnen, maar de grootste groep, de identiteit steeds vanuit de religie vormgeeft, maar nu met MSRisme in Noord-Afrika, maar ook met de HELAC. Heb je een nieuwe referentiekader. Ik zeg niet dat de islamitische identiteit, of religieuze identiteit vervangt. Maar het is wel iets dat bijkomt. Hè. Nou ja, we hadden het net met de filosofen erover inderdaad. En die, vooral Aziz, die benadrukte dat de HELAC ervoor gezorgd heeft. Onder andere dat de bewustwording van je eigen identiteit weer een soort van revival heeft gekregen. Een nieuwe boost. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Ik zeg dat het ervoor al bestond. De laatste 10 jaar was dan MSR-identiteit. Dat was al gaande, inderdaad. Dat het al gaande was. Maar de HELAC heeft toch gezorgd dat die RIFijnse MSR-identiteit toch een boost heeft gekregen. Je voelt ook, als je kijkt naar de opstanden via de protesten, via social media vooral, en merk je een zekere trots bij die mensen. En dat sijpelt. Door, dat komt over naar ons toe en die trots wordt dan gedeeld met elkaar. En dat zorgt ervoor dat je toch wel als je identiteit baseert op aspecten als trots en waardigheid en dat soort zaken, dat is gewoon heel erg positief. Wacht, wat was uw vraag nu? Weet ik zelf ook niet meer, verder. Nee, of je het eens was met de stelling dat de HELAC een extra boost heeft gegeven aan die opleving van de MSR-identiteit, inderdaad. Want je had het even zijdelings ook even genoemd, dat het niet de vervanger is van de religieus-islamitische identiteit. Er komt een culturele identiteit bij. Dat is dan naast dan Vlaamse of Nederlandse identiteit, maar ook Rotterdamse. Maar nu RIFijnse, dat wordt uitgesproken. Hè? Want het begon eerst hier in Nederland, dat jullie het hadden over RIFijnse. En dat in Vlaanderen begrepen ze dat niet. Ook de RIFijnen zelf. En RIFijnse, daar komen die Nederlanders weer met die moderne termen. Snap je? En dat was maar 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. Jij gaf net aan van het leeft, hè, onder de Vlaamse en Nederlandse Marokkanen, RIFijn, hoe je het mag noemen. Maar als ik bijvoorbeeld hier naar Nederland kijk, er wonen hier bijvoorbeeld bijna 400.000 mensen uit Marokko, waarvan 90% uit het RIF-gebied. Mm-hmm. Dus laten we zeggen 300.000 RIFijnen. Ik ben wel eens op demonstraties geweest en dan waren er op zijn hoogst misschien 1.000 of 2.000 mensen aanwezig. Ja, nu heb je het over activisme. Ik kan niet van iedereen verwachten dat hij zich actief of als een activist opstelt. Hè. Het feit dat er dat niet al die 300.000 RIFijnen op straat komen, wil niet zeggen dat ze zich niet mee bezighouden, hè, met mensenrechten in de RIF en met de HELAC zelf. Het is een vorm van activisme. Mensen, de ene groep gaat zich actief opstellen door op straat te komen, maar je hebt andere mensen die bijvoorbeeld brieven schrijven. Je hebt andere mensen die nog meer toenadering zoeken met het RIF-gebied, wat ervoor misschien niet is.
En wat heel normaal is natuurlijk, want we zijn nu de vierde generatie. Dus er gebeurt meer dan alleen maar de straat op gaan. Absoluut, ja. Zoals Liliane Ploemen net noemde, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. Ja. Een boek bijvoorbeeld. Het boek, debat. Ja. Ja, en er komen nog boeken en dat maakt me heel erg blij. Goed. Mij ja. ook. Letties, jullie berichten vooral op internet, hè? Maar goed, als we gaan kijken naar vooral ook actuele zaken over fake news en trollen, noem maar op. Hoe betrouwbaar zijn die berichten die je binnenkrijgt en hoe ga je daarmee om? Nou, wij krijgen rechtstreeks nieuws uit de RIF. Mm-hmm. Dat zijn mensen die op dat moment aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij demonstraties of bij bepaalde plekken. Ja, fake news die bestaat, vooral van de Marokkaanse media. Het is alleen maar fake news wat ze de laatste tijd hebben gebracht over de RIF. Maar het nieuws die wij krijgen, ja, dat is echt rechtstreeks uit de omgeving en uit de RIF. Maar goed, maar dat kan, even advocaat van de duivel spelen, dat kan ook gekleurd zijn. Nou, de meeste... Dat kan ook fake nieuws zijn. Ja, ons nieuws baseert het meeste op livestreams die uit de RIF komen rechtstreeks. Dus daar kun je niet mee knoeien, want dat is live. Oké, what you see is what you get. Juist. Ja. Dus de meeste, op dat moment zeg maar, toen de RIF-beweging begon, het was alleen maar livestream uit de RIF en uit bepaalde steden in de RIF. En daaruit maak je ook een artikel over. Tissem, heb jij daar wel eens mee te maken gehad met berichten of nieuws waarvan je in eerste instantie dacht, wow, oké, die ga ik delen bijvoorbeeld, of we gaan het erover hebben en later bleek dat toch, nou ja goed, toch een ander verhaal was? Ja, kijk, trouwens, mijn bijdrage aan het boek is hoofdstuk over social media en activisme. En het sterkte aan de berichten vanuit die burgerjournalisten die zich ingezet hebben in de Hiraak, is dat ze heel veel livestreamen. Dus eigenlijk had je het was alsof je erbij bent. Hè. Je kon dan 3000 kilometer veel meevolgen alsof je erbij bent. Dus dat was eigenlijk de sterke kracht. Maar uiteraard, je hebt natuurlijk fake news ook. Hè. Ik heb een keer een filmpje gepost van een jongetje dat men zei dat die is geslagen door de soldaten, maar het leek gaan over een oude video van een Iraakse jongen. Dus dat is er ook, maar aan de andere kant heb je ook trollen. Ik heb heel veel accounts onderzocht en het blijkt dat heel veel accounts nieuw zijn, geen echte gegevens of okay. Je hebt het over trollen, hè? Ja. Hoe herken je een troll? Ik denk, ja, je moet ervan bewust zijn. Ja. Nee. Hoe herken je het gedrag van een troll? Ik ben nu een karikatuur aan het opzetten. Ik denk dat je wel wat houvast hebt. Ja, tijdens mijn literatuuronderzoek heb ik gevonden dat er is een internationale organisatie en dat heet World Press... Freedom, hè. Het is een barometer die eigenlijk de persvrijheid op internet onderzoekt. En daar, ze hebben een onderzoek gedaan naar 188 landen. En Marokko stond op 133ste plaats van de persvrijheid. En dat is toch Schrikbarend laag. Ja, en de trollen en fake news, ja, die hebben ook een hele grote bijdrage. En hoe herken je die? Heel vaak hebben ze een uitgesproken pro-monarchie meningen eigenlijk. Ze vallen gewoon iedereen aan die... bezig is met de Rifijnse volks of met de volksbeweging, die een andere mening heeft, zeg maar. En als je gaat kijken naar die accounts, dan zijn het heel vaak fake accounts met 1, 2 vrienden, 20 vrienden misschien. En dat is wel heel... het is toch wel heel bijzonder voor als je een Facebook-account hebt. De meeste hebben zo rond 200, 400
duizend vrienden. Als je populair genoeg bent wel. Ja. Maar inderdaad, bedoel, er zijn standaard dingen waar je op kan letten. Zoals een profielfoto, inderdaad, een aantal vrienden. Wanneer is je account ook aangemaakt? Vorm van agressiviteit eigenlijk. Daar wilde ik het over hebben. Ze vallen heel erg aan. Bijvoorbeeld als naast haar Zefzefie bijvoorbeeld een livestream. Of, want dat is zo een van zijn zaken geweest. Hij alles zo, dat hij zijn publiek aanspreekt via video's, livestream video's. En je merkt, want je kan dan ook als kijker zeg maar reacties schrijven. En die heel vaak is dan in het Arabisch, maar ik heb heel vaak mensen, ook, want ja, ik kan het niet lezen. Of mijn kennis is toch heel gering. En het zijn heel vaak berichten die heel agressief overkomen ook en racistisch ook, heel veel racistische berichtgevingen of je hebt mensen die zogezegd een Rifijnse naam dragen, bijvoorbeeld Rifi Nador of zo, en die geen Rifijn spreekt, maar wel pro-koning en pro-staat, pro-regime is. Goed, het is een algemeen probleem, dus niet alleen maar in dit onderwerp. Ik wil ook gezien de tijd toch een stapje verder gaan naar jullie publiek. Wat zijn dat voor mensen? Wel, ja, dat was heel erg moeilijk. Hè. Bij selectie van mijn thema's had ik twee grote publieken voor mij. Enerzijds mensen met een Rifijnse roots en die naar zich op zoek zijn naar informatie over de eigen regio. Dus jongeren die hier geboren zijn of op een jonge leeftijd naar hier zijn toegekomen of zo. En waar eigenlijk de Nederlandse taal een heel belangrijke of bijna of moedertaal is. Dat enerzijds. En anderzijds ook, ik had toch heel vaak te maken met journalisten, politici, maar ook vrienden, collega's, leerkrachten, docenten, die verklaring wilden, die meer informatie wilden om te begrijpen wat er gaande is. Want de studenten kwamen af met in mijn regio en in mijn straat zijn er protesten. En ja, ze konden eigenlijk niet in interactie komen met de studenten omdat ze die informatie niet hebben. Dus dat was ook een publiek die ik, zeg maar, een wit publiek. En die probeer ik ook met het boek eigenlijk te bereiken. Okay, dus met als doel de informatieverstrekking? Ja, zeer, want het is een soort van geschiedschrijving geworden die het publiek heel erg informeert. Net is wat. Wie is jouw publiek? Dat zijn de meeste Marokkanen, Rifijnen uit Vlaanderen, uit Nederland. En ik merk de laatste tijd, de leeftijd is tussen 13 en 35 jaar. Dat zijn de meeste bezoekers op onze website. En op Facebook kun je ook checken wat voor soort bezoekers je krijgt. En dat zijn echt de meeste, dat zijn Marokkanen en de meerderheid uit Nederland en Vlaanderen. En heel af en toe zie je dat er blank iemand even langskomt om even te checken wat voor nieuws je hebt. En de meeste zijn het ook journalisten, die kun je ook in de gaten houden. Die kijken heel vaak even erop om te kijken of er iets nieuws is over de rif. Ja. Jullie hebben het allebei over best wel jonge mensen. Jonge mensen die hier in Europa zijn geboren met roots in Marokko. Maar je zou toch zeggen dat juist de wat oudere generaties meer verbondenheid hebben met het thuisland? Van de ouders? Ja, klopt, maar die lezen de meeste in het Arabisch. Die kijken heel vaak naar de Arabische websites of naar Marokkaanse zenders. Ja. Denk ik. Ja, je hebt het over ouders die dan op een later leeftijd geëmigreerd zijn. Wel, zij begrijpen die berichtgeving wel. Zij begrijpen als er als hij praat. Zij begrijpen want zij hebben het geleefd, zij hebben de realiteit geleefd. Maar de jongeren die hier zijn opgegroeid, en die begrijpen het niet. En die zijn ook hier naar school gegaan. Ze kennen het. Maar dan zou je dan juist zeggen dat die jongeren die verbondenheid helemaal niet hebben? Jawel. Ik merk toch wel dat er toch een toch de meerderheid echt op zoek is. Ja. Ja. Waar heeft dat mee te maken? Ik denk dat dat ook een stuk te maken heeft met een bewustwordingsproces die gaande is. Dat mensen eigenlijk heel erg zoekend zijn. En ongeacht wat die etniciteit is. Ik denk dat dat iets is eigen aan onze tijd vandaag. Dat mensen zoekend zijn. En
Het heeft ook wel te maken met het feit dat, dat die identiteit herontdekt wordt, precies. Maar je hebt daar heel weinig kennis over. Dat mensen daar van bewust zijn. Dus de nieuwsgierigheid heeft ervoor gezorgd dat die verbondenheid groeit bij jonge Rivijnse, Nederlandse of Vlaamse mensen. Ja, nieuwsgierigheid, maar ook... ik denk dat we ook met een generatie te maken hebben die een soort van leegte ervaart. Misschien ben ik te ver aan het gaan. Wil je dat uitleggen? Welke leegte? Wel, in de zin van... ze hebben al een, op vlak van afstand al een op vlak van ruimte, afstand met de herkomst. En dan... vergeten ze dat eigenlijk het heel normaal is, hè, want je wordt hier opgegroeid en je hebt dan de ouders, grootouders, die sterven. En je hebt dan ook die afstand met de taal, hè, dat het wordt nergens onderwezen. Je kunt dat, er zijn geen instrumenten om de taal vast te houden, dus dat verlies je ook. En dan komt daar een soort van leegte in de plaats. En dan ga je toch wel zoeken om die dan te vullen door bijvoorbeeld kennis of zo voor de eigen geschiedenis. Want dat is nu eenmaal migratie. Hè? Behalve als je natuurlijk lid bent van een Turkse gemeenschap. Hè? Want er zijn hier organisaties die taal toch wel staande houden. Maar dat hebben wij niet. Nee, wij hebben meer romantiek dan nationalisme, zeg jij eigenlijk dan. Dat zeg ik niet, nee. Ik probeer je tot een uitspraak te lokken, maar het lukt me niet. Nee? Nee, soms hoef je het niet zwart op wit te zien. Ja. Nee. Netties, internetactivisme. Jij wordt ook wel eens een internetactivist genoemd. Wat is een internetactivist? Ja, internetactivist. Je bent bezig, je houdt alles in de gaten en op een gegeven moment plaats je het op Facebook, Twitter. En dat is eigenlijk wat je bijna dagelijks doet. Alles wat binnenkomt, alles wat nieuws is. Ja, het hoeft niet alleen maar over de Arif te zijn. Het hoeft ook ergens anders te gebeuren. Wat, als er iets ergs is gebeurd, dan ga je het automatisch plaatsen. Dan ga je het automatisch met andere mensen delen. Om te laten zien, er gebeurt iets. Maar teruggaan over de jongeren. Vooral de Rivijnse jongeren nu bezighouden met de Rif. En dat ze Rivijnen zijn, identiteit. Dat heb ik gemerkt toen Zevzefi bijvoorbeeld live ging. En dan heb je heel veel jongeren die mee gingen kijken. Ja, Zevzefi die krijgt op een dag tot 27.000 kijkers op dat moment. En dan zie je, dan zeggen ze, ja, waar heeft hij het over? Wat zegt hij nou allemaal? En dat zijn allemaal nieuwsgierige jongeren die allemaal willen weten waar het over gaat. En dan na de uitzending, zeg maar, na de livestream, dan schrijven ze onder. Ja, kan iemand vertalen waar het over ging? En toch... Laatste tijd zie je ook jongeren zeg maar, met trouwfeesten, wat dan ook, met de Rivijnsvlag bijvoorbeeld. Dat stond niet in die tijd. Niemand wist wat voor vlag dat is, maar iedereen vraagt erom. Iedereen wil het kopen. Vroeger wisten ze, we zijn Marokkanen, we gaan op vakantie naar Marokko. Maar nu is het echt, ik ben een Rivijn, ik kom uit de Rif, ik kom uit, snap je. En het leeft mee, dat wel. Als we dan teruggaan naar het begin van de Herak, hè, de allereerste internetactivist dan in dit geval dan was Nasser Zevzefi met zijn live videoboodschappen na de dood van Mahsen Fikri. Je merkte toen echt die revival op verschillende vlakken. De Herak bestond, Herak leefde. Daar begon leeft die Herak nu nog? Nu bijna twee jaar later. In de Rif of? Overal. Ja, in Europa die leeft nog steeds, maar in de Rif ook hoor. Maar alleen maar, ja, het is heel moeilijk om nog te uiten wat je wil gaan uiten. Bijvoorbeeld, je kan niet meer live gaan, je kan niet meer praten over je ideeën. En het is moeilijk, maar in Europa dat kan nog steeds en het leeft. Maar in de Rif leeft het ook, maar het is alleen maar nu tussen de vier muren thuis of ergens in een café of met vrienden. Dan praat je het over de Herak, dan praat je nog steeds over de Zevzefi. Maar om in openbaar te doen is het een beetje moeilijk. Want als je het weet, word je weer opgepakt. Of je ziet het, mensen willen niet meer in de Rif blijven wonen of leven. Die pakken de bootjes recht in Europa.
Gisteravond bijvoorbeeld. Dus we kunnen zeggen, er is niet in zwakte of aan kracht ingeleverd, zeg maar. Nee, het is zo. Het is nu op dit moment een beetje stil. Hè, maar daar hebben mensen niet voor gekozen. Het is niet dat activisme nu een lage toontje heeft gekregen, omdat mensen moe zijn of zo. Het is gewoon, het is een belegerd gebied, vooral de provincie Al-Hoceima. We moeten dat wel ook inzien. De repressie is nog steeds aanwezig. Mensen kunnen niet samenkomen. Zelfs op cafés kunnen mensen niet samenkomen om over dit gegeven te praten. Je merkt het ook, bijvoorbeeld de livestreamers tegenwoordig. In het kader van de Hiraak zijn vooral mensen uit de diaspora. En het is zo, ik weet niet wat je met methode van livestream kent. Dus je hebt kijkers die dan ook schrijven, maar je kan ook mensen laten spreken met jou. Hè. En dan krijg je zo'n klein kadertje met de foto of een bewegend beeld van die persoon. En diegenen die zich laten zien, dat zijn heel vaak Europeanen. Maar als die spreker uit de Rif komt, dan heb je een zwart beeld. Dus mensen hebben wel schrik, omdat gewoon de repressie heel sterk aanwezig is. Ze willen ook niet opgepakt worden. Ze willen niet dat de familieleden geterroriseerd worden, want heel de familie wordt geraakt. Ze hebben een beetje terug weer schrik. Aan de andere kant willen ze ook niet de gevangenen, de mensen, politieke gevangenen, nu nog meer in gedrang brengen. Dus het is heel erg, mensen zijn nu op dit moment heel voorzichtig. Heel erg voorzichtig en zijn heel erg zoekend. Van oké, hoe kunnen wij op nog een andere creatieve manier onze acties doorvoeren zonder dat we eigenlijk onderhevig worden aan die repressie en zonder dat we eigenlijk onze eigen vrijheid in gedrang brengen. Ik moet helaas afsluiten deze ronde. Heel erg bedankt. Fijn dat jullie er waren. Blijf zitten. Geef ze een applaus. Dizem Arkadaş Netiz Bensedik. We gaan gelijk door naar de afronding van de avond. En dat is de vragen van jullie. Ik wilde graag de heren Aziz en Maarten ook naar voren vragen. Of was dat niet de bedoeling? Jullie hebben geen vragen gehad. Alleen Lilian heeft vragen gehad, omdat zij eerder weg moest. Maarten, kom je er ook bij zitten? Goed. Sophie, jij gaat mij assisteren, toch? Zeker weten. Wie? Ja. Vingers. Rustig aan, niet allemaal tegelijk. Wow. Dat is wel partij, zag je dat? Ik heb één vraag en maakt niet zoveel uit wie hem beantwoordt. Maar waarom heet de Hirak-beweging Hirak? Waarom een Arabisch woord voor een beweging die normaal tammigheid heet? Wie kan daar antwoord op geven? Moet je bij hem zijn. Nee, ik denk dat hiermee eigenlijk de jongeren die dan met de naam zijn gekomen, eigenlijk willen ze gewoon iedereen, heel Marokko bereiken. En het is gewoon een realiteit dat Rifijns wordt in een heel beperkte regio gesproken, wordt gewoon niet begrepen. En want op een gegeven moment tijdens de speeches van Zefzefi ging hij heel vaak over naar Darija, dus het Maghrebijns-Arabisch, zeg maar. En dat was een heel slimme, strategische zet om gewoon iedereen mee te krijgen, om solidariteit te winnen, zeg maar, van heel het volk. En ik denk dat hij het in die richting moet zoeken. Klinkt logisch. Juba, je had ook een vraag. Nee, ik ga je echt niet die microfoon geven. Nee, dat is niet erg. Ik irriteerde mij een uur geleden over de houding van Maarten met betrekking tot onafhankelijkheid. Hij geeft aan van dat er mogelijk een romantisch beeld bestaat over onafhankelijkheid. Volgens mij leeft dat beeld helemaal niet. Mensen weten heel goed van dat onafhankelijkheid of stappen hier naartoe best wel moeilijk is. En daar kiezen mensen niet zomaar voor. En als we naar voorbeelden kijken, bijvoorbeeld naar Europa, waar moderne staten onafhankelijk zijn geworden. Het pad was daarvoor ook niet geplaveid. Het zijn pas democratische staten verworden naar een hele moeilijke weg. En verder jouw vraag, Rashid, over in hoeverre het realistisch is dat
de RIF onafhankelijk zou kunnen worden. Ik bedoel, de RIF is al tientallen jaren op zichzelf aangewezen. Dat is nou net het probleem. Er zijn er nauwelijks investeringen. Zoals Aziz al zei, van de RIF bestaat, de Marokko bestaat al 60 jaar. En voor de onafhankelijke staat RIF-republiek was het noorden van Marokko natuurlijk ook eeuwenlang onafhankelijk. Het waren verschillende staten in het noorden van Marokko. Dus het zijn twee losse vragen. Er is geen romantisch beeld. En het is realistisch, want dit is al tientallen jaren. Maar wat is nu echt je vraag aan Maarten? Nee, Maarten, hoe kom je erbij van dat onafhankelijkheid, dat daar een romantisch beeld over bestaat? Dat is helemaal niet het geval. Nee, dat is, geloof ik, niet precies wat ik bedoel, dat er een romantisch beeld over bestaat. Mijn analyse is dat het een onverstandige strategie zou zijn om een 19e eeuwse vorm van nationalisme nieuw leven in te blazen. In plaats van, wat mij heel zinvol lijkt, wel naar autonomie te streven en met behulp van het articuleren van die cultuur het verzet aan te wakkeren of vorm te geven. Maar ik denk dat wanneer je denkt in termen van het einddoel van een nationale staat, en ik wil helemaal niet zeggen dat iedereen daarna streeft, maar dat zijn geluiden die je nu ook hoort. Ik vraag me af of dat een verstandige strategie is. En mijn parallel is met name Catalonië, maar er zijn natuurlijk meer parallellen te geven. Corsica of bij Baskeland nu weer niet. Het is meer een politieke beoordeling dan een morele. Een filosofisch antwoord. Sophie, jij hebt er iemand, hè? Ja, hoi. Ik heb een vraagje misschien aan Aziz. Ik volgde al een tijdje de Lahirak, aan de voor ook al. Ik ben een Rivaan. Ik leef heel erg met de Rif, wat er gebeurt met de mensen. Dit jaar durfde ik niet op vakantie naar Marokko. En mijn vraag is, ik volgde het in het Nederland en ik vind het heel moeilijk. Ik baal ervan dat zeg maar, de ernst niet overkomt in Nederland. Men heeft het over romantiek of dat die Rifaïnen. Dames en heren, mensen worden vermoord. Mensen worden gemarteld. En het martelen, wat is het martelen? Je wordt opgepakt, je wordt in elkaar geslagen, je wordt in de gevangenis verkracht. Het Marokko ligt niet hier vandaan. Wat is je vraag? De vraag is waarom, als ik de media lees, dat het lijkt alsof het iets, de ernst, de drama komt niet over. Mijn vraag is, hoe zorgen we ervoor dat dat tot de mensen doordringt, dat het heel ernstig is. Er is nu dagelijks vlucht uit de RIF, tientallen mensen. Tientallen mensen komen om in de zee. En het lijkt of niemand het iets kan schelen. Hoe zorgen we ervoor? Je vraag is duidelijk. Hoe zorgen we ervoor dat het door gaat dringen? Aziz. Ja, de... Dankjewel voor de vraag, broer. Broer. Ik denk, en volgens mij moet de communicatie hierover, hè, dus ik een klein voorbeeldje, tot nog niet zo lang geleden was het schaamde je om niet zozeer om migrant te zijn, maar wel om een Rifijn te zijn. En dat kennen we ook wel in Nederland. Hè? Dus bij de mensen die bijvoorbeeld het Limburgs dialect spreken of een Friese achtergrond hebben. Je schaamt je voor die achtergrond, want de Randstad, dat is de echte taal en daar wordt het geld verdiend. Volgens mij is het van zeer groot belang dat de Rifijnen, waar Ptissem, dus het belangrijk dit boek ook, dat daarover gecommuniceerd wordt. En eigenlijk ben ik niet heel erg geïnteresseerd in wat de krant erover schrijft, maar wat wordt er besproken binnen de families. Ik maak me ernstig zorgen op het moment dat een imam in een moskee zegt, hier in Amsterdam, niet hier ver vandaan, dat die zegt tegen zijn publiek, hè, die zegt, ja, je mag niet demonstreren. Demonstreren is fout en is verkeerd en is tegen de islam. En op dat moment moeten er mensen opstaan. En op dat moment, hè, dan dient dan de filosofische vraag te rijzen, namelijk, wat is een geweten? En hoe moet ik dat geweten in gang zetten? En ik weet dat mensen bang zijn. Is dat een kwestie van lef? Ja, dat wilde ik even vragen. Is dat een kwestie van lef hebben? We zijn allemaal bang, iedere Marokkaanse Nederlander of Franse Marokkaan of de mensen in Marokko, die denken nog op de dag van vandaag
dat Hassan II, de dictator, dat die ooit nog eens opstaat uit de dood. Maar? Maar daar doen we lacherig over, maar dat zit zo diep in ons hoofd. Klopt. Maar we zijn vrij in Europa. Ja. Dus maar dat zegt niks. Wat zeg je? Dat zegt niks. Nou, het zegt heel veel. Ik wil even het voorbeeld aanhalen van, ik ben even zijn naam vergeten, van de Belgische Marokkaan. Ja, Wafi. Wafi, inderdaad. 8 maanden gevangenisstraf gekregen omdat hij op vakantie ging naar Marokko. Ja, gewoon dus een Belgisch staatsburger. Wat zeg je? Je moet, als je je uitspreekt, dan moet je er ook niet naartoe gaan. Maar in Europa, mensen zijn echt heel erg geïnteresseerd. Kijk naar deze zaal. Hè? Ik bedoel, de Bali is super blij met zo'n gemêleerd gezelschap. Mensen zijn echt geïnteresseerd in dit onderwerp. En daar kunnen we gewoon over praten. En dat is in Marokko, voor hen is het zo belangrijk, omdat zij dat niet meer durven. Nou ja, goed, de minister van Buitenlandse Zaken heeft het ook gewoon in niet misverstaande woorden gezegd. Ook al laat je niet gek maken dat je denkt dat je een Nederlands paspoort hebt. In dit geval dan een Belgisch paspoort. Want als je eenmaal daar bent, dan ben je gewoon Marokkaan. Ja, heel kort. De minister Blok die zei van, dat vond ik heel goed van hem. Waarom? Hij is realistisch. Hij is realistisch. Je kunt niet denken dat je, omdat je een Nederlands paspoort hebt, dat je naar Marokko kunt gaan en dat je als een Nederlander wordt behandeld. Forget it. Je hebt een Marokkaans paspoort. En je verdwijnt gewoon in de cel, zoals bij Wafi is gebeurd. Maar ik begreep de opstelling van minister Blok wel, want de volgende dag werden de afspraken gemaakt om 2 detentiecentra op te starten in Marokko voor de Afrikaanse vluchtelingen. Ja, dat was gewoon handel. Ik heb hier een vraag. Ik zou graag het panel willen vragen. Specifiek iemand? Nee hoor, eigenlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd naar de opinies van allemaal. Als je, kijk, op zich zijn er heel veel mensen die geïnteresseerd zijn. Dat ben ik met Aziz Aynan wel eens. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd. Alleen niet iedereen begrijpt eigenlijk precies waar het over gaat. Iedereen heeft een andere invalshoek. Maar volgens mij, om 1 punt die is wel relevant, denk ik, om het te begrijpen, wat ik zelf nog niet weet, en wellicht weet iemand van de panel dat, is eigenlijk hoe je de RIF in Marokko taxeert ten opzichte van andere gebieden in Marokko. En mijn vraag is eigenlijk aan jullie, is de RIF wel zo bijzonder zoals u doet voorkomen? Is de RIF zo bijzonder als wij doen voorkomen? Wie kan daar antwoord op geven? Ja, zeker. Want, dat was een heel kort antwoord. Volgende vraag. Wat Rashid net zei, 80% van de Marokkanen in Europa zijn Rifijnen. Dus dan wel. Ja. Wat bedoel jij, Mohamed? Ik bedoel, dus we hebben het over ongelijkheden, rechten die er niet zijn in de RIF in Marokko. Is in die zin, is dat geldt dat alleen voor de RIF? Of bijvoorbeeld, ik hoor heel vaak ziekenhuizen zijn er niet, scholen zijn er niet in de RIF. Ja. Geldt het alleen voor de RIF? Of zijn er bijvoorbeeld, als ik heb een poosje getoerd door het zuiden van Marokko, als je voorbij Rashidia bent. Nou, ik weet niet of u weet hoe dat eruit gaat zien, maar dat lijkt niet op een land uit 2018. Ja, ik ben zelf opgegroeid in het oosten van Marokko. Tot 2011 hield Marokko op bij Fes. Ja, maar we hebben het hier over de RIF, niet over de Soes of de Atlas. Nee, er zijn bijna dagelijks gaan de mensen de straat op, niet alleen in de RIF, ook in andere gebieden van het land. Zrada, in het zuiden, noem maar op. Aziz, kan jij daar jouw mening over geven? In heel Marokko heerst er armoede. In heel Marokko blijft die ontwikkeling steken. In heel Marokko is er een groot probleem met corruptie. Hè? Smeergeld is de smeerolie van Marokko. En dat is niet alleen in de RIF. Dat is werkelijk overal gaande. Op het moment dat je dus kijkt naar Nederland, waar dus een groot deel uit het noorden komt, lijkt het me natuurlijk logisch dat er meer aandacht is voor de RIF. Maar dat geldt natuurlijk voor heel Marokko, uiteraard. Kijk, Zefzefi die zei van, jongens, ik kan niet spreken voor de Atlas. Ik kan niet spreken voor de Soes.
Jullie moeten ook opstaan. Ik kan alleen maar spreken voor de RIF. Dat zeiden we, dit geldt voor heel Marokko, jong, dit probleem. Dank je wel. Ik heb er hier nog één. Oké, en daar nog een keer. Ik spreek nu mijn vierde taal. Dus, de politicus die hiervoor was, zij vond dat er moet veel meer solidariteit komen vanuit Franse, Spaanse politici. Maar maken jullie niet zorgen van het verkeerde soort van solidariteit vanuit Europese politici, Europese elites of voormalig kolonisator, landen zoals Frankrijk en Spanje, bijvoorbeeld zoals wat gebeurde met de Libische revolutie, waar in het begin heel inspiratie van die Libische revolutie, maar toen kwam Nicolas Sarkozy en Bernard-Henri Lévy, die zeiden wij gaan de Libische revolutie redden. Maken jullie zich zorgen dat wat misging met de andere, daar in Egypte en in Libië, de verkeerde soort van steun bij Marokko binnendringt met jullie beweging? Ik was vorige week bij een internationale conferentie georganiseerd door D66. En een Eerste Kamerlid die zei van, wat kunnen we doen? Met taal en cultuur om dat te ondersteunen. En die vroegen mij van, wat kunnen we doen? En ik zei, alsjeblieft, helemaal niks. Niks doen. Zodra er weer een karrevracht aan geld naartoe gaat, dat brengt altijd zoveel problemen. De mensen van de Rifijnse beweging, die zijn allemaal naar school gegaan. Het internet, dat wereldwijde web is zo open. Het gaat dus daadwerkelijk om die mensen, dat die dus op hun eigen benen staan. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als er vanuit Europa constant wordt gezegd tegen het regime van, jongens, we zien wat jullie doen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij vanuit Nederland daar instellingen gaan opzetten, wat dan ook. De geschiedenis heeft geleerd dat het fout gaat. Ja, ik wou toch wel op inpikken. Daarnet werd gezegd dat er interesse is vanuit de individuen. Dat is één ding. Maar wat ook heel erg belangrijk is, zijn organisaties. Mensen moeten zich verenigen, mensen moeten samenkomen. En ik denk dat dat is wat de Herak teweeg heeft gebracht in Europa. Dat het voor het eerst in 60 jaar van de Rifijnse migratie, dat mensen organisaties oprichten in functie van het regio van herkomst. En die organisaties kunnen ook lobby werk doen. Ze kunnen ook als drukkingsgroepen fungeren. Dat is juist wat de Rifijnse gemeenschap nu in de diaspora heel erg nodig heeft. En ik zie, want dat is uiteraard een proces. Het is een proces van lange adem. Wat ik opmerk is dat je overal initiatieven hebt. Overal heb je comité's in verschillende Europese landen. En dat is heel erg, heel positief, want ze doen heel positief werk. Ze informeren de media, ze informeren journalisten, ze houden contacten met politici zoals Cyrian Ploemen. En ja, bij ons in Vlaanderen is... We hebben een heel ander verhaal wat betreft journalisten en politici, maar het is er wel. En dat hebben wij vooral nodig. Er is heel weinig ervaring. Je had daarvoor organisaties als moskeeën, die soort van instanties, en culturele organisaties, vooral in Nederland. Maar je had heel weinig organisaties zoals die van vandaag bestaan, die zich bezighouden met regio van herkomst. Dat is heel erg positief. En zij kunnen wel die link maken met politici om toch wel als drukkingsgroepen te kunnen fungeren. Overigens is er volgende week donderdag uit mijn hoofd in Brussel, in het EU-parlement, een bijeenkomst waar journalisten uit heel Europa ook uitgenodigd voor zijn. En dat gaat volgens mij omtrent de Sakharovprijs. Dus
Dat is ook aanstaande donderdag. Ik ga de laatste twee vragen behandelen. Sophie, zou jij Soekri alvast willen roepen? Of is ja, ik ga hem zoeken. Oké, dank je. Zeid. Jongens, dan ga je. Ja, goedenavond, Zul. Dus ja, toen meneer Maarten in Plauma aan het praten was, ik kreeg een idee. Alsof Marokko een rechtsstaat is. Waar je alles kan doen, waar je jouw mening kan uiten, in activiteiten kan organiseren, in demonstreren, betogen enzovoort. Maar het is niet zo. Dat kunnen wij ook zien. Waar zijn die activisten allemaal nu? Of in de gevangenis, of nu de laatste kans is gewoon vluchten, emigreren. Waar? Hier naar Europa. En dat in weg kreeg in de jaren 58, in 59, na de opstand van de Rivijnen tegen de dictatuur Hassan II. En daarna in de jaren 84 ook hetzelfde opstand. En nu krijgen wij hetzelfde massaal immigratie naar Europa. En de redenen zijn allemaal hetzelfde. Wat is je vraag? Alsjeblieft. Maar, ja, alsjeblieft. Ik kan wel begrijpen waar, toen je zei, ja, het is niet realistisch om een Rivijnse Republiek te oprichten. Dat kunnen wij wel terugzien in de geschiedenis. In 1925, toen een paar westerse landen ons gebombardeerd hebben met gifgas. Om geen land of staat te krijgen. Dus het is nog steeds dezelfde visie van een paar Europese landen tegen ons. Waarom? Omdat bijvoorbeeld als je vergelijkt in 2011, toen in Tunesië bijvoorbeeld revolutie daar begonnen, heel veel tussenveld, presidenten, weet ik van allemaal, iedereen komt in de media praten over wat gebeurt daar. Dat is tegen mensen schending enzovoort enzovoort. Maar bij ons in de regio, wij horen niks van de presidenten, niks van die partijen, heel weinig. Waarom? Dat is de vraag aan jullie, alsjeblieft. Volgende keer ga jij weer plaatsnemen daar, volgens mij, want ik geef een applaus. Ik ga naar de allerlaatste vraag. Wilde je nog? Ik kom even naar je toe. Ja, zij zit er heel lang te wachten. Nee, ja? Oké. Okay. Allerlaatste. Oké. Nee, ik geef mijn microfoon erg niet weg. Pardon. Ga staan. Kom er wat dichterbij. Kom het tegemoet. Nee, ook niet aan jou. Ook niet. Oh, nee. Dat weet jij toch? Ja, dat weet ik. Nee, ik wil even doorgaan op wat Mohammed zei. Omdat ik, ik snap het. Het gaat over de RIF. Maar ik vind toch wat Mohammed zei. En als buitenstaander, dan kijk ik ernaar. Ook als journalist. En dan denk ik van, nou ja. Ja, als je een groot publiek mee wil krijgen, nou, dat snappen jullie allemaal, hoe doe je dat? En ik dacht, ja, die koning, daar ben ik als niet-Marokkaan, daar ben ik als mens tegen. Want dat koningshuis, dat deugt niet. Er zijn een heleboel dingen die niet deugen. En wat is het geweten dat je voelt. En dan weet ik, dan hoef ik niet eens te weten waar Marokko ligt, waar de RIF ligt. Dus ik wil even doorgaand op Mohammed aan jullie de vraag, inderdaad. Kan het als je twee cirkels zou maken, dan heb je een cirkel. Ergens komen ze samen. Je hebt de RIF, de geschiedenis, je eigen taal, je eigen strijd. Maar er is, en dan heb je Marokko geheel en ergens komt die strijd samen. Dus misschien is het ook een uitdaging om te kijken daar waar het samenkomt. Daar waar armoede, onrechtvaardigheid, een koningshuis dat niet deugt, mensenrechten schendingen, daar waar het voorbij de RIF alleen gaat. Hoe zou je dat voor een groter publiek neer kunnen leggen? Gemeenschappelijke doelen. Aziz? Of wie? Maarten? Mag ook? Ja, misschien naar aanleiding van die vraag, maar ik ga toch ook wel heel graag even in op wat u zei. En dat is kennelijk, ik denk dat er een soort misverstand bestaat over wat ik bedoel met dat het streven naar onafhankelijkheid. Dat geen verstandige strategie zou zijn. Ik bedoel daarmee een nazistaat. En ik zou dat graag toch nog wel willen toelichten, want ik merk dat bij sommigen op een soort weerstand staat.
Ik denk dat wij in 2018, en dat geldt net zo goed voor Nederland als voor Marokko, als voor de RIF en andere gebieden in de wereld, niet meer kunnen denken in simpele identiteiten. Dat we tot één natie behoren of tot één gebied, één culturele identiteit hebben. En dat is denk ik al evident voor Marokkaanse Nederlanders en Nederlandse Marokkanen. Maar het is in deze tijd van migratie überhaupt voor steeds meer mensen, en zelfs helemaal niet alleen in de westerse wereld, maar wereldwijd het geval. Wij hebben verschillende identiteiten. Dat is ingewikkeld, dat is lastig voor iedereen op zijn eigen manier, maar dat is een realiteit die ook heel rijk is, denk ik, en waar we steeds meer naartoe gaan. En ook dat is een belangrijke achtergrond voor het nadenken over hoe je moet denken over die Rifijnse cultuur. Dus ik denk dat het geweldig belangrijk is, wat hij al eerder is gezegd, dat die cultuur zichtbaar wordt. En dat voor veel Marokkanen duidelijk wordt dat dat een soort achtergrond is die heel lang is veronachtzaamd. Voor een identiteit, maar het is niet de enige identiteit. En ik denk wel dat die identiteit ontzettend stimulerend kan zijn voor die opstand die er nu is en wat er nu gebeurt. En om je bewust te worden van die achterstelling en dat dat verbindend is. Maar dat is heel iets anders dan streven naar onafhankelijkheid. En ik denk dat dat een onverstandige weg is. Maar nogmaals, ik ben eigenlijk maar ik ben iemand die van de buitenkant kijkt. Dus uiteindelijk is het aan anderen om daar iets over te zeggen en veel minder aan mij. Maar dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Oké, Aziz is nog heel kort. Ja, heel kort als een journalist reageren. Kijk, ik begrijp als je dus vanuit de buitenkant naar deze zaak kijkt, dat je denkt van, hé, maar kom nou die koning tegemoet. Of ga in contact met andere gebieden. Pak het samen aan en maak cirkels. Waar kom je elkaar tegen? Het Rifijnse volk is, en dit is zeer van belang om de Rifijnse ziel te begrijpen. Het volk is in de geschiedenis keer op keer verraden. Maar keer op keer door dezelfde familie. Het moment dat het vocht tegen de kolonisator, was het de bedoeling om een vorm van autonomie te krijgen. Vervolgens werden er weer legereenheden gestuurd. En dit verhaal is constant gebeurd. Of het nou in 21 was, of in 58, of in 71, of in 72, of 84, 2011 en nu. En ik kan heel goed begrijpen dat er mensen zijn binnen de Rifijnse beweging, dat ze zeggen, het is van uiterst belang dat we nu aan onszelf denken. En daar steun ik ze in. Oké, dankjewel. Goed, allerlaatste vraag. Kort, alsjeblieft. Nee. Wat willen jullie allemaal? Iedereen wil mijn microfoon hebben. Ja, ik heb wel 100 vragen. Maar één. Eén vraag. Vanuit de zaal hoor je veel mensen die zich druk maken over hoe weinig informatie er is, hoe weinig mensen meekrijgen van wat er gebeurt in de RIF. Jullie als panel zijn voor een gedeelte activistisch. Ik vraag me af in hoeverre jullie jezelf zien als soort vastlegger van informatie, of als journalist, of als activist. En wat is het verschil tussen activisme en journalistiek volgens jullie? Goeie vraag, dankjewel. Mathiesem? Ja, eerst en vooral, ja, ik weet niet of ik mezelf eigenlijk als activist of journalist al zeker niet, want ik ben geen journalist. Maar het vastleggen, kijk, het bewijs ligt hier voor u natuurlijk. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen omdat het moment dat toen die arrestaties waren, stond ik voor, ik geef les aan de hogeschool voor mijn studenten en ik moest mijn vak geven, maar er kwam heel weinig uit. En op dat moment dacht ik, nee, ik moet hier gewoon mee verder gaan, want je moet hier iets geven aan deze generatie, opdat ze gaan begrijpen waarover het activisme voor de opstanden gaat. Dus vandaar eigenlijk, ja, je hebt hier het boek, gaat die straks kopen. Activisme en journalistiek, het zijn twee verschillende dingen. Een journalist moet zich houden. Ja, kijk, ik geloof niet echt in 100% objectiviteit. Maar die heeft een verantwoordelijkheid om berichtgevingen op een zo objectief mogelijk manier
te geven aan zijn of haar publiek. Terwijl een activist vertrekt, denk ik, vanuit een gevoel van... in dit geval zijn het heel vaak mensenrechtenactivisten die schendingen hebben meegemaakt of toch getuigen zijn van schendingen van die mensenrechten. En vanuit dat gegeven, dat wordt dan op een gegeven moment hun drijfveer om zich... om naar buiten te komen en ook aan berichtgeving te doen, maar dat is dan heel erg emotioneel beladen ten opzichte van een journalist. Ik denk dat een journalist meer moet rekening houden met objectiviteit, terwijl een activist is zeer subjectief in zijn berichtgeving. Dankjewel, Tissem. Ik merk... dat we oneindig door zouden kunnen gaan. Dat er nog steeds heel veel vragen zijn. En dat er ook nog heel veel vragen onbeantwoord zijn. Ik zou voorstellen, heb je nog vragen? We gaan zo meteen lekker in de aan de bar met een drankje erbij. Dan kun je ook vragen aan elkaar stellen of aan mij of aan de panelleden. Aziz, volgens mij moet er gewoon een derde bijeenkomst komen. Helemaal mee eens. Goed zo. Geef ze een hartelijk applaus. Aziz Aynan, Tissem Magagas, Maarten Doorman en Netjes Bensedik. We gaan nog een paar minuten luisteren naar onze gigant, muzikale held van vanavond, Shukri. Geef hem nogmaals een applaus. En daarna zie ik jullie graag terug bij de bar. Tot ziens. Volgens mij gaan we één nummertje mee spelen. Want iedereen is moe. Nou, aansluitend naar dit gesprek, deze discussie, ga ik een gedicht van Shesha, de meest van jullie volgens mij kent hem. Het is een gedicht van... over de gebeurtenis van 1958 en 1959. Nou, ik ga even proberen even dat leuk te maken. Maakt niet uit. Yeah.
Dankjewel allemaal. Shukri, dankjewel. Geef nog één keer een applaus voor alle gasten en natuurlijk ook voor Shukri en voor jezelf. Ik zie jullie heel graag bij de bar met een drankje en tot de volgende keer. Thank you.